Welkom, welkom. U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Rick en Mannix. En mijn naam is Johan. Later komen er nog andere mensen bij, zoals Peter en Jan-Marc, die komt er ook bij als het goed is. En ja, goed, het wordt gewoon heel gezellig. Ja, Rick die houdt de chat bij. En als u vragen hebt, dan kunt u het aan Rick stellen. En nou ja, ik zei al, we hebben Mannix, maar we hebben nog meer. Zoals u ziet op beeld hebben we ook nog een hele nieuwe achtergrond en alles. De tafel is nog wel hetzelfde, die mocht mee naar de nieuwe studio. Maar ja, we hebben een nieuwe studio. Even weg met dat saaie blauwe gordijn. We hebben nu een mooie blauwe muur met een neonletters talkshow erop. En via de monitor ziet u daar rechtsboven Mannix. Zwaai even naar de kijkers. Wat een chique idee. Hallo. Hoi, hoi. En ja, goed. Ja, laat maar gewoon beginnen. We doen goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Dat doen we zo meteen. We gaan gewoon eerst met de deur in huis vallen. Want u vraagt zich natuurlijk met z'n allen in het koor af. Wie is Mannix? Of ik zal het zo doen. Wie is Mannix? Ja, vertel. Ja, ik ben jaren terug met de libertarische beweging in aanraking gekomen in mijn studententijd. En heb toen in de tijd voor vrijspreker wat bijeenkomsten kunnen organiseren, meer vrijheid. En liep rond in dat circuit. Maar ben uiteindelijk gaan werken voor de Fremont Groep. Of het Haagse Juristencollege, dat is misschien wat bekender bij de luisteraars. En naar Cyprus vertrokken. En vanuit Cyprus naar Panama gegaan. En daar heb ik een onderneming gehad. Verkocht. Inmiddels vrouw en kinderen en een andere opkomst. Nu was ik twee maanden terug, was ik naar Honduras afgereisd om te kijken naar de Free Private City die daar gebouwd schijnen te worden. Ik zeg schijnen, want het is niet zo makkelijk om in Honduras wat van de grond te krijgen. Maar ik had begrepen dat er een groep was die op punt stond te gaan bouwen en daar ben ik heen gegaan. Naar het eiland Guanaja. Dat ligt naast het bekendere Roatan. En is in tegenstelling tot de rest van Honduras is het erg veilig en erg toeristisch. Of was het in ieder geval voor corona. Het is vooral bekend om zijn duikgebied. En daar ben ik geweest op locatie van waar een van die free private cities gebouwd zou worden. Dat is Guanaja Hills. En daar is een stuk grond, 60 hectare, dat is niet klein. Vele plannen, alleen wordt er nog niet gebouwd. Er is een aanlegsteiger is er gebouwd, er is een schuurtje gebouwd voor materialen. Maar het echte project moet nog van de grond worden, uit de grond worden gestampt en er moeten nog investeerders verder worden gezocht. Dus men was nog niet zo ver om daar te gaan bouwen. Nou kwam ik daar ook met de insteek om niet alleen te kijken, maar eventueel ook daar te bouwen. Want ik heb dat na de verkoop van mijn hotel ben ik mij gaan richten op projecten in de agrarische sector en op constructie. Maar ik kwam daar te vroeg. Men was nog niet zover om te gaan bouwen. Maar vooral kwam ik daar ook, was ik er ook een aantal uurtjes armer. In die zin van, het is heel mooi, het eiland, het zandstrand, droom van heel veel mensen om op het Caribisch eiland te kunnen wonen. Maar om er te komen is vrij lastig, is vrij duur. Wil je bijvoorbeeld vanuit Nederland gaan, dan moet je of via Houston of via Panama stad, dan naar de hoofdstad vliegen of de tweede grootste stad. En dan van daaruit een klein vliegtuigje naar het eiland. Dus heb minimaal 3 vluchten, soms ook 4, om er te komen.
Dat is niet voor iedereen weggelegd. Ook niet voor mensen die financieel onafhankelijk zijn. Die hebben nog vaak verantwoordelijkheden, families en bedrijven. En het is vrij lastig om daar zomaar in Honduras te gaan wonen. En daarnaast, als je op zo'n eiland zit, dan denken mensen misschien wel van Honduras is een goedkoop land. Dat valt tegen. En helemaal als je op de eilanden zit, dan heb je over prijzen die vergelijkbaar hoger zijn dan in Nederland. Dus wil je daar bouwen, moet je de materialen allemaal in laten schepen. Moet je werkers gaan zoeken op het vasteland. Gecompliceerd en duur. Dus kijk je aan een prijskaartje van minimaal een ton investering om daar te kunnen wonen. Dus al die praktische problemen die zorgen ervoor dat ik dacht van ja, het is een mooi project. Ik zie graag dat het slaagt. Ik zie ook graag dat er een alternatieve economie opkomt. Maar de kans is groot dat het er niet veel meer wordt dan een vakantieoord voor libertariërs. Ja. En dat je niet die echte gemeenschap krijgt die we graag zouden zien. Dus dat heb ik toen in een artikel heb ik dat zo beschreven. En dat artikel is een eigen leven gaan leiden. En in dat artikel stelde ik voor om in plaats ervan iets vergelijkbaars te gaan doen met het Amerikaanse Free State project. Maar dan in Europa. Dus met een groep mensen samen te komen in één gebied. En daar proberen zoveel mogelijk vrijheid te winnen. Ja. En dat is een eigen leven gaan leiden. En daar zijn e-mails binnengekomen. Ik had het op enkele prijsspreker gezet en op mijn eigen website en op LinkedIn verspreid. En er zijn wat e-mails van binnengekomen. En ook wat oude bekenden en wat vrienden hier hebben zich erbij aangesloten. Dat we nu daadwerkelijk met een clubje samen zijn om te gaan kijken om dat er daadwerkelijk in Europa te realiseren. Oké, ja. En ik begreep dat dat niet in Ticino is, hè? Daar ken ik het eigenlijk van. Ik ken Ticino van Free State Project Europe. Dat ken ik niet. Ik heb wel eentje gezien in Montenegro. Maar Ticino, dat zegt mij niets. Ja, in het zuidoosten van Zwitserland. Goed, dat kunnen we wel checken. Ze staan op Facebook, hebben ze een site. Maar dit was ergens anders, begreep ik toch, of niet? Ja, we hebben nog geen locatie definitief geselecteerd. We hebben wel een aantal favorieten op het oog. En dan hebben we het met name over het noordwesten van Spanje en eventueel Portugal. Omdat een voorwaarde is dat het gebied allereerst erg verlaten moet zijn. Er moeten dorpen zijn die gedeeltelijk of geheel verlaten zijn. Gemeentes die leeg zijn gelopen. In Spanje heb je bijvoorbeeld 5000 gemeentes met minder dan 1000 inwoners. Waarvan 1000 gemeentes met minder dan 100 inwoners. Dus als jij in een gemeente zit met minder dan 100 inwoners, dan kun je met een klein clubje heel veel invloed uitoefenen. In Nederland ter vergelijking hebben de kleinste gemeentes 5000 inwoners. Met uitzondering van enkele Waddeneilanden. Ja, en in een gebied met 5000 inwoners is je invloed beperkt. Dus dat is een voorwaarde. Een ander is dat het zeer betaalbaar moet zijn. Omdat er heel wat mensen zijn die een baan hebben. Daaraan vastzitten, die een hypotheek hebben, een gezin. En niet zomaar kunnen verhuizen. En ook niet zomaar een ton kunnen neerleggen voor zoiets. Dus het streven is om een gebied te vinden waar ruïnes minder dan 15.000 euro kosten. Zodat ook iemand die niet heel vermogend is, hieraan kan deelnemen. Dan die ruïne kan kopen, een gedeelte kan opknappen. En in het ergste geval hou je er een mooie vakantiewoning aan over. Ja. Dus je kan er niet echt op verliezen op die manier. En hoe ver staat het er nu mee, zeg maar, met de plannen? Het is heel snel gegaan in eerste instantie. We hebben nu een website opgericht. We willen de selectie van het land toch binnen een maand beslissen. Dan is het de bedoeling om december, januari, februari ontmoetingen te hebben. Ik wil iedere deelnemer persoonlijk afgaan. Dat zal waarschijnlijk niet altijd lukken, maar toch zoveel mogelijk.
Enkele groepsbijeenkomsten organiseren, zeker voor de Nederlandse deelnemers. We hebben hier te maken met een internationale club. Dus het zijn voornamelijk Nederlandse deelnemers, maar er zit ook een Zwitser tussen, een Duitser, twee Amerikanen. Het is niet exclusief Nederlands en vandaar dat de website ook in het Engels is. Mm-hmm. Wat is de naam van de website? Freecommune.org. Oké. Okay. Ja, als je daarop klikt, dan zal je heel veel regenboogvlaggen en dingen als sustainability en zo zien. Dat heeft een reden. We moeten namelijk ook met organisaties aan tafel gaan zitten die niet per se libertarisch zijn. Dus die wil je niet meteen erop wijzen dat we hier toch vrij kapitalistische intenties hebben. Dus. Maar heb je dan niet het idee dat ze, als ze daar op een gegeven moment achter komen, dat het dan juist ongelooflijk kan mislukken? Nou, kijk, door het zo in de uitzending te zeggen, is het natuurlijk duidelijk dat het niet waterdicht hoeft te zijn. Het gaat erom dat die mensen in de eerste instantie de indruk krijgen dat we hier toch wel erg hippie zijn. En dat is prima, want in zekere zin, als je gaat lezen, zal je zien dat er niks tussen staat waar je als libertariër niet in kan vinden. Mm. We zijn in principe voor vrije drugsgebruik. We hebben geen enkel probleem met mensen hun seksualiteit. Dat mogen ze allemaal zelf bepalen. Mm. En iedereen wil milieubewust leven. Dus er staat niks in wat niet in overeenkomst is met libertarische denkbeelden. Ah, ik geloof dat een aantal libertariërs niet zoveel op heeft met milieubewust leven. Dat zien ze als een beperking van de vrijheid. Ik ben het met je eens hoor, maar dat wat mij betreft de natuur ook onder het NAP valt. Maar dat denkt niet iedereen zo over. Ja, goed, dat zijn natuurlijk ook weer discussies, maar uiteindelijk wil iedereen wel graag in een bos kunnen wandelen. Ja. Als het maar een privaat bos is. Ja, privaatbos. Kijk, er zijn ook enkele landgoederen in Nederland die door stichtingen worden beheerd. Dat kan ook gewoon. Ja, je hebt in Nederland de SBNL, een private stichting voor landschapsbeheer. Zit in Leers, ja. Omdat rijk iedere keer weer langs naar mijn werk. Ik ben daar een donateur van, vind het een mooie stichting. Dan zie je dat het ook anders kan. Ja. Ja, dus en veel van de deelnemers die willen ook iets gaan doen aan permacultuur en die willen een wijngaard of iets dergelijks hebben. Mm-hmm. Dus dat. Het stimuleert natuurlijk wel je, hoe noem je dat nou, je onafhankelijkheid van externe partijen. Dat is voor libertariërs is altijd wel een fijn ding, zeker als die derde partij een overheid is. Ja. Ja, en in die gebieden wordt nog altijd veel geproduceerd, dus. Ik ben in zo'n dorp geweest een tijdje en het waren allemaal oude lui die er waren. Hun kinderen waren ver weg, waren allemaal geïmigreerd naar Frankrijk of verder. Mm-hmm. Maar zelfs al waren het mensen van 60 plus, ze hadden allemaal al een veldje met aardappelen en andere groenten. Mm-hmm. Dus je bent er, als je het zet over extreme scenario's, zit je in zo'n gebied erg goed. Ja, en dan moet ik ook wel zeggen, ik heb het geluk dat ik in een gebied woon waar ik ook mijn eigen flinke groentetuin heb. Dat is gewoon in Nederland. Maar dat, inderdaad, ja, je hebt hier een ongelooflijke rij vergunningen. En dat is op het platteland van Spanje toch ietsje minder. Ja, maar vooral met het idee als je met z'n allen in één gemeente zit. En daar wil ik ook vooral mee aangeven dat het een verschil is met het Amerikaanse Free State Project. Die proberen een hele staat te veranderen. Mm-hmm. En in verschillende manieren Europese initiatieven proberen een Europees land te veranderen. Dat zie ik niet gebeuren. Een heel land veranderen. Zelfs al kies je een klein land. Dat gaat je niet lukken. En al helemaal niet als je van buiten dat land komt. In ieder geval in Amerika zijn het Amerikanen binnen Amerika die één staat proberen te veranderen. Maar proberen als een groep Nederlanders in een ander Europees land iets te beginnen. Ja, dan ben je toch de buitenlander. Dat gaat je niet gebeuren. Vandaar dat de focus ligt op één gemeente. Als we ons allemaal naar één gemeente verplaatsen, en dan kunnen we daar, zeker als het een kleine gemeente is, minder dan 1000 inwoners of minder dan 100 inwoners, kun je dingen als bouwvergunningen kun je veel gemakkelijker maken.
komt er een lockdown, dan kun je als gemeente daar een puist tegen maken. Willen ze de scholen maskers verplichten, dan kun je op die school waar jouw kinderen naartoe gaan, kun je zorgen dat dat niet gebeurt. Ja, ja. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen, ja. Maar heb je veel bezoekers op de site al of niet? Ik heb de site nog niet heel erg in de kijker gezet. Mm-hmm. Omdat ik nu al met 11 serieuze deelnemers zit. En daar zullen er ongetwijfeld al, als puntje bij paaltje komt, wel wat van afhaken. Mm-hmm. Maar op zich hebben we niet een hele groep nodig. Want als je gaat kijken naar de prijzen die er zijn. Er zijn voorbeelden te vinden van 9 huizen voor 80.000 euro. Waarvan 2 in bewoonbare staat. Dat kan met een klein groepje deelnemers kan dat al begonnen worden. Hoeveel deelnemers hoop je? In eerste instantie denk ik van 20 deelnemers. Dan zal er een deel van afhaken wanneer we in maart, april daadwerkelijk op zoek gaan. Dan komen we iets tegen. En dan komen we iets tegen waarvan enkele deelnemers zullen zeggen van nee, dat vind ik niks voor mij. Maar als de meerderheid daarvan zegt van ja, dit is goed, dan doen we het. Dus in eerste instantie hebben we niet meer nodig dan 20. En dan komt er een aanzuigende werking. Als je daadwerkelijk een gebied hebt, dan komen er vanzelf meer bij. En zeker in een goedkoop gebied waar je ruïnes voor minder dan 15.000 aan kunt bieden. En wellicht grondkavels misschien voor nog minder. Dan komt die aanzuigende werking vanzelf. Wat we wel hebben is een maximum. Want mijn zinziens is het grote probleem met een politiek systeem. Maakt niet uit welk politiek systeem. Is dat je bij een bepaalde grootte krijg je corruptie en machtswellust. Mm-hmm. En daar is ook op sociologisch gebied is er ook al een onderzoek naar gedaan. Dunbar's number. Misschien kennen mensen het. Maar dat was 20.000 toch? Nee, de 150 is het. 150 okay. Mensen die je goed kunt kennen. Dus bij voornaam en een beetje weet van wat ze doen. Mm. Is, bij de meeste mensen ligt dat op 150. Bij vrouwen zou het waarschijnlijk iets hoger liggen dan bij mannen. Okay. En sommige mensen, die verkoopmensen, die kunnen misschien wel tot 1000 of meer gaan. Maar de meeste mensen ligt het bij de 150. Mm-hmm. En dat is ook een beetje zo de eenheid van een stam. En we hebben natuurlijk veel langer als stam geleefd dan als natiestaat. Dus dat zit een beetje gecodeerd in ons DNA. Mm-hmm. En om die reden zie ik de maximum omvang van onze vrije commune op 200 man. Iets meer dan die 150, want er zijn natuurlijk ook altijd kleine kinderen bij. Of mensen die zo oud zijn dat ze nergens meer gaan deelnemen. Dus je kan wel iets verder gaan dan die 150, maar veel meer dan dat niet. Maar er zijn natuurlijk meerdere dorpjes daar. En dan kun je gewoon weer met een ander dorp verder gaan. Precies, dat is het idee. Dus als je dat maximum bereikt, dan kan je spitsen als een cel in 2 entiteiten die ieder dan zo rond de 100 man hebben. En die kunnen dan weer doorgroeien. Ja, maar dan moeten die weer gaan verhuizen. Dus... Nee, je hoeft niet eens te verhuizen. Je kan gewoon letterlijk het dorp splitsen. Oké. Okay. Op die manier kan je hele steden zelfs... Is het niet makkelijker dat je gewoon één dorp hebt? Nou, je hebt daar 150 mensen zitten. Huppa, je gaat naar het volgende dorp. En begin daar gewoon weer met een klein aantal. Dat zou natuurlijk ook kunnen, want je hebt wel te maken met dorpjes waar er oorspronkelijk nooit heel veel huizen waren. Dus je kan vrij gemakkelijk zeggen op een gegeven moment van, nou ja, we zitten vol en we beginnen een ander dorp. En er zijn ook deelnemers die zeggen van, nou, we kunnen dit als een franchise in gaan richten. Lukt het met één dorp? Nou, dan kunnen we nog een dorp gaan doen en nog een dorp. Dus inderdaad, dat is ook een misschien wel makkelijker en betere methode om het te doen. Heel Zuid-Europa zijn gewoon zat dorpen te koop, dus ja. Ja. Ik zat ook even in mijn hoofd al met, ik dacht toch dat er een van de commune al was in Spanje. Dat is ook zo. En ik heb even gezocht. In Beneficio, in het zuiden van Spanje, heb je een verborgen hippiecommune. Maar dat zit er ook al heel lang. Hè? Omdat de gedachte van heel veel mensen over communes, en dit is eigenlijk natuurlijk zo'n libertarische commune,
is dat dat maar heel kort stand houdt. Dat er dan altijd ellende optreedt. Maar dat bestaat dus al heel erg lang. Dus het kan wel. Ja, ja, dat klopt ook. En het is grappig. Ik zie diezelfde ellende hier in mijn omgeving. In Panama. Er is een religieuze gemeenschap neergestreken. Vanuit Franstalig Canada. En die hadden een leider. Die is overleden. Die leider werd alom geprezen. Daar stond iedereen achter. En dat was degene waarom ze die zat overgehaald om hier naar Panama ook te komen. Mm. Toen die overleden was, dacht zijn vrouw dat zij de nieuwe leider zou worden. Maar daar stond niet iedereen achter. Dus is die hele club gesplitst. De toekomst van hun staat nu op het spel. Mm. Maar ja, kijk, wat je hebt met de hippie-communes, helemaal als er gemeenschappelijk bezit is, is dat je twist krijgt, haat en nijd. En alleen als je dan een sterke leider hebt, een charismatische leider, die kan dat dan goed bij elkaar houden. Maar een commune gebaseerd op het NAP heb je sowieso geen gemeenschappelijk bezit. Dus dat probleem heb je al niet. Mm-hmm. Dus het aantal gemeenschappelijke beslissingen dat er genomen moet worden, is heel beperkt. En ze kunnen ook niet bindend zijn. Vanwege het NAP. Dus je moet streven naar een consensusbeleid. Dus je hebt wel als het ware een organiserende stichting. Met een commissie die ieder jaar opnieuw gekozen kan worden. Maar die commissie die kan niks bindends doen. Die kan mensen niet dwingen iets te doen. Mm-hmm. En dat kan met zo'n kleine club, kan dat. Omdat je allemaal ook sociaal met elkaar verbonden bent. Dus als je dan bijvoorbeeld een project hebt en er is geld voor nodig. En iedereen zegt van nou, ik leg €100 in. Mm-hmm. En één iemand zegt, ja ik doe dat niet, want zus en zus en zo. Dan zal je het moeten proberen uit te praten. En dat wil in de meeste gevallen ook wel lukken. Terwijl je dat met een grotere club... kan je dat niet zomaar doen. En dan krijg je dus, als je kijkt naar de omvang van een land. Als mensen hun belasting niet betalen, dan krijgen ze natuurlijk de sterke arm der wet op bezoek. Mm-hmm. Ja, ik zit wel een beetje meer in mijn hoofd dat binnen het libertarisme je natuurlijk ook allerlei verschillende stromingen hebt. En dat daar al de nodige discussie over ontstaat. En het lijkt me dat als die verschillende stromingen bij elkaar in één gemeenschap willen gaan wonen, dat het wel problemen op kan leveren. We proberen die discussies dus op voorhand te voeren. Mm-hmm. En we zijn nu bezig met het schrijven van een letterlijk sociaal contract. Mm-hmm. En iedereen die dan deel wil nemen, zal dat contract moeten tekenen. Maar zoals gezegd, dat contract is in feite zo los als het maar zijn kan. Er zijn maar zeer weinig middelen om dwang uit te oefenen. Kijk, op het moment dat iemand het NAP breekt, dan is er natuurlijk de mogelijkheid tot uitoefenen van dwang. Maar zolang mensen vreedzaam leven, zal dat niet nodig zijn. Ja, dat vraag ik me inderdaad af. Stel iemand die heeft dan een huis gekocht, die woont daar dan, mm-hmm. en die breekt dan het NAP. Hoe krijg je die weg? Hij heeft dat huis gekocht. Ja. Noem eens een voorbeeld. Wat doet hij precies verkeerd? Oké, de kinderen zijn aan het voetballen en zo'n kind schiet een bal door de ruit. Ja, dat gaat per ongeluk dan, hè? Dat is even de vraag natuurlijk, hè. Dat is de vraag, ja. Het NAP gaat meer om opzettelijk. Zeg dat het opzettelijk is. Die heeft ruzie met de buurjongen. Die denkt, ik heb de schijt en ik gooi een steen door je ruit. Je komt meteen in een grijs gebied, kinderrecht, minderjarigen, mm-hmm. dat is altijd een grijs gebied onder ieder systeem. Mm-hmm. In eerste instantie zou ik zeggen op zo'n vraag van, wat doen we in de huidige situatie in zo'n geval? Ja, door de politie, hè? Ik weet niet of je dat zou doen als er voor een steen door de ruit. Zou je dat meteen doen als het je eigen buren zijn? Verzekeringswerk, toch? Ja, dat is inderdaad de verzekering en zo, ja. Dus je regelt het onder elkaar in de huidige situatie al. Dus het is een heel onwaarschijnlijk scenario voor... Ja, ik dacht meer met de andere dingen zoals stelen en zo.
Ja, als je het over geweld hebt, dan hebben we inderdaad andere dingen. Ja. Maar dan hebben jullie dus ook een soort van hele duidelijke kadastrale kaart waaruit ieders eigendom blijkt. Ja. Ja, want ieder lid kan eigendom inschrijven. Wat dan onder het recht onder het rechtsprekende orgaan van de commune valt. Mm. En ook rechtsbescherming naar buiten toe. Want we zullen ongetwijfeld op termijn in de problemen raken met autoriteiten. Dat willen we zo lang mogelijk voorkomen. Ook vandaar de mooie website met regenboogvlaggen. Maar als je maar ver genoeg de toekomst in kijkt, dan zal er ongetwijfeld wel een situatie zijn waarbij de gemeente of de overheid, het Rijksoverheid, ja, iets wil. Ik denk alleen maar terug aan de Catalonië dat zich wilde afscheiden. Dat was geen eclatant succes, zullen we maar zeggen. Je moet het inderdaad wat dat betreft heel goed spelen. Ja. En er kan een periode komen dat, bedoel, het is een democratie, hè, Spanje. Dat een partij aan de macht komt die niet van regenboogvlaggen houdt. Dan moet je het allemaal weer van de website afhalen. Dat zou kunnen, maar de laatste keer dat het voorkwam in Spanje, dat er één partij was die niet van regenvlaggen hield en de andere wel. Dat was ten tijde van Franco, de Spaanse burgeroorlog. Hier hebben we toch al een beetje een Godwin te pakken. Ja. We hebben helaas geen jingles. Jammer dat de jingles het niet doen, hè? Volgende week doen de jingles het wel, denk ik. Er zat nog even aan te denken, want Spanje heeft natuurlijk een hele uitgebreide geschiedenis met anarchisten. Hè? Niet alleen in Catalonië, maar ze zaten ook in Baskeland en zo, en Galicië denk ik ook wel. Dus ik hoorde ook van verhalen over dorpjes waarvan mensen niet op natuurlijke wijze verdwenen, doordat ze zeg maar gewoon stierven. Maar doordat ze zich uitschreven uit het bevolkingsregister en dat er gewoon duizenden mensen verdwenen zijn. En die wonen daar wel nog steeds, maar die zijn er gewoon niet omdat ze niet in de burgerlijke stand meer staan. Ze bestaan administratief niet meer. Ja, het zijn spookburgers, maar dan anders. Ja. Natuurlijk, daarom, dat is ook een reden dat we op locatie goed moeten zoeken. Want iets kopen zonder het daadwerkelijk te bezichtigen. Sommige libertarische projecten hebben dat wel gedaan, dat soort acties. Maar dat is meestal geen succes. Nee. Nee, maar ik denk als een huis te koop staat, dat er dan ook wel... iemand anders probeert dus een huis te verkopen die van iemand anders is. Waar die er nog steeds in woont, terwijl die een spookburger is. Dat kan ook. Ja, nou, de voornaamste moeilijkheid is dat je veel leegstand vindt, maar niet kunt traceren wie de eigenaar is. Oh, okay. Want iemand is, zo'n Spanjaard is dan geëmigreerd bijvoorbeeld naar Mexico in de jaren 50. Zijn kinderen weten nog wel van waar het huis is, maar zijn kleinkinderen hebben geen idee meer dat ze eigenlijk nu eigenaar zijn van een huis ergens in Spanje. Oh, okay. Ik heb ook in Portugal ruïnes gezien en je kijkt daar binnen en het interieur is letterlijk van de jaren 50. Ja. Gewoon deur achter ze dichtgetrokken, nooit meer teruggekomen. Ja, klopt. Het voelt toch ook wel een beetje als een soort van vrijbrief op de homestead, zullen we maar zeggen. Ja, nou, je had het al eerder over hippie communes in Spanje. Er zijn heel veel van dergelijke gemeenschappen in Spanje. Ik zat ook op een website Organic Villages of iets ergens. Iets linksleunende website. En die hebben een kaart waarop gemarkeerd staat al deze gemeenschappen. Nou, dat zijn er verrassend veel, helemaal in Spanje en Portugal. Mm-hmm. En sommige van deze groepen kiezen ervoor om te kraken. Mm-hmm. Maar dat is uiteraard niet aan te raden. Want als je op die manier begint, ja, dan trek je de fundering onder jezelf bij voorbaat weg. Ja. Mm-hmm. Nou, ik denk op zo'n in die zin dat zeg maar gemeenschappen er best blij mee zullen zijn als je leegstaande panden gaat opkopen. Ja, er zijn ook programma's, bijvoorbeeld in Galicië en Burgos en andere regio's van Spanje en Portugal zijn er ook programma's vanuit overheidswegen om mensen te stimuleren daar te komen wonen. Mm. Nou, weet ik niet of we daar meteen gebruik van willen maken, maar wat wel duidelijk is dat men er zeer positief tegenover staat. En als je gaat kijken in die gemeenschappen zelf, en je komt in zo'n dorpje
Wat nog niet geheel verlaten is, maar waar de helft van de huizen leeg staat. Een deel is echt volledig ruïne. En een deel van de huizen wonen oude mensen. En sommige mensen echt oud. En je ziet ze lopen en je denkt van nou, die is toch minstens 120 jaar oud. Mm-hmm. Die zijn maar wat blij met nieuw bloed. En als er iets gebeurt, als er een winkeltje wordt geopend of open blijft. Een cafeetje, bakkerijtje, als er maar iets gebeurt. Die zijn in de nopjes. Die maakt het niet uit waar de mensen vandaan komen. Dus het is eigenlijk ook nog een soort sociaal project als het ware. Ja, zonder overdrijven. Ja. Je komt in een gebied waar je gewenst bent. En ja, dat heb ik over andere gebieden. Frankrijk bijvoorbeeld heb ik wel anders gehoord. Dat je met de nek wordt aangekeken. Dus nee, je moet gaan waar je welkom bent. Sowieso, als je als libertariër nu denkt van ik wil weg uit Nederland, want het wordt me hier allemaal wat angstig, wat eng. Kijk vooral naar landen waar je als buitenlander echt welkom bent. Mm-hmm. Ik heb zelf in een aantal landen gewoond en in niet ieder land ben je welkom. Mm-hmm. Ja. Dus. Ja. Nou, het is zo, ja. Lastige tijden, ja. Ja, ik moest even, want ik word er stil van dat soort dingen, weet je. Dat ik denk, nou, dat is wel echt zo'n tijd ook om je spullen te pakken en weg te gaan. Maar ja, ik heb hier nog even iets te veel vrienden en contacten zitten, zullen we zeggen. Maar ik had nog wel een vraag. Had je, tenminste, je noemt nu Galicië, maar heb je ook nog elders gekeken in Europa? Ja, de oorspronkelijke lijst had 17 landen erop staan, waaronder Italië, het ook verlaten dorpen. Frankrijk stond erop, heeft ook wel streken die aardig leeg zijn. Hongarije stond erop, Kroatië, Servië. Maar er zijn goede redenen om bepaalde landen daarvan af te halen. Allereerst moet het toch echt een gebied zijn waar hele dorpen te verkrijgen zijn. Of tenminste, hele dorpen gehuchten. Mm-hmm. Dus dat je 5 à 10 huizen minimaal bij elkaar kunt krijgen. Zodat je die eenheid kan maken. Want je moet ook echt een politieke eenheid zijn. Vandaar ook het woordje commune. Je moet ook echt een gemeenschap worden. Mm-hmm. Want anders kan je geen vuist maken, kan je geen vrijheid winnen. Dus daar, om die reden vielen een aantal landen af. Ook niet EU-landen. Sommige mensen zeggen van ja, EU-land, dat is juist gevaarlijk met de EU. Maar in een EU-land kan je vrij vestigen en kan je deelnemen aan de lokale politiek. Mm-hmm. Ga je naar een land buiten de EU, zoals Servië, wat me best een leuk land lijkt, kan je niet zomaar deelnemen aan de politiek. En een ander punt is de taal. Als je in Servië of Kroatië wil gaan wonen, ja, dan zul je de taal toch echt moeten leren om deel te nemen aan de politiek. En dat is aardig moeilijk. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor Hongarije, dat is ook een lastige taal. Terwijl een Latijnse taal voor een Nederlander vrij makkelijk te leren is. En de meeste van ons spreken wel een woordje Frans. En ook Duits heeft natuurlijk aardige Latijnse invloed. Dus we komen er aardig eind in Spaans, Portugees. Dan komen we een stuk. Ik moet zeggen. Ik ben aan het kijken, maar ik zie nog niet echt hoe mensen zich kunnen aanmelden, zeg maar. Nee, dat liep vooralsnog via de vrijspreker of via mij persoonlijk. Ik zal er een knop voor maken, zeker na deze uitzending. Ik zal inderdaad op de website nog even een linkje plaatsen. Dan, met jouw instemmen natuurlijk. Ja, dus die knop komt dan op freecommune.org, zeg maar. Ja. Ja, zoals ik al zei, ik had de website nog niet in de openbaarheid gegooid. Want ik was al druk met de club die we hadden. Mm-hmm. Maar goed, ik denk wel dat als je er meer mensen bij krijgt, dan is het voor de, hoe zeg je dat nou, de kant van slagen is natuurlijk wel groter dan. Ja, dat is, dus we zitten nu in 11... 9 meer en we zitten toch al met een aardige club. En ja, misschien dat het dusdanig verspreidt het woord. Dat we straks met 50 man of 100 man meteen bijeenkomsten moeten gaan organiseren. Ja. Die kans is er, want onze beste voorlichter heet Hugo de Jonge. Ja. We kunnen geen betere voorlichter wensen. Iedere keer dat hij in nieuws komt, zegt hij wat engs. En zijn mensen meer geneigd zich bij zoiets aan te sluiten? Ja, dus.
We gaan het er zo nog over hebben. Ja. Ja. Dat is overigens ook een reden die ik nog niet benoemd heb. Een van de voorwaarden was om binnen 2 dagen rijden van Nederland te zitten. Mm-hmm. Wat je niet altijd met het vliegtuig wil. Je wil ook wel spullen meenemen. Of kan. En nu met de vaccinatiedingen mag het straks misschien niet eens meer. Maar dan kan je in ieder geval per auto nog altijd erheen. En als dat lastig wordt gemaakt, dan zou je het zelfs nog op andere methoden kunnen doen. Hè, stel, je moet ergens heen. Alles zit weer op slot, lockdown. Nou, waar een wil is, is een weg. En als je over land kunt reizen, dan lukt dat altijd. Dus dat is ook een reden die zeker heeft meegespeeld. Jij zou bij Galicië zelfs nog met de boot kunnen. Ja. 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 Als je echt grote dingen moet verplaatsen, dan is dat wel handig. Nou, dat is iets moois voor vorig jaar. Mei. Zat alles nog dicht. Tenminste, Nederland niet. Maar zat ik in Nederland. Mijn vriendin was hoogzwanger in Panama. En ik kon niet naar Panama, want het vliegveld was dicht. En toen ben ik rederijen aan gaan schrijven. Om daar toch naar Panama te kunnen komen. En op het moment dat ik een rederij bereid had gevonden om mij te verschepen. Kwam er een evacuatievlucht vanuit Europa. Ben ik uiteindelijk toch met het vliegtuig kunnen gaan. Ah, oké. Okay. Nou, gelukkig maar, ja. Ja. Dus kijk, dat soort ervaringen. We weten nu dat ze de grenzen zomaar dicht kunnen gooien. Dus ja, daar kun je er maar beter ook rekening mee houden. Ja, zeker. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik heb van meerdere mensen gehoord dat ze ook wel gewoon zo de grens over konden. Zonder gecontroleerd te worden. Ja, ja, kijk, als je te voet gaat, dan lukt het bijna altijd. Ik ben ook met de lockdown naar Duitsland gereden met de auto. En bij Kerkrade in de buurt is er een dorp wat aan beide kanten van de grens ligt. Dat hele dorp, daar konden ze niet afsluiten, want het is één ding. Dus daar ben ik de grens over gereden. Vervolgens over de hoofdweg teruggereden. En daar was inderdaad een controle in de andere rijbaan. Ja, ja. Ja. Aparte situatie, ja. Dus ja, je moet... Ik ben optimistisch. Moet hopen op het beste. Maar niet de ogen sluiten voor het ergste geval. En in het optimistische scenario wordt het nog altijd een hele fijne stek om te wonen. En kunnen we toerisme en dergelijke ontwikkelen daar. Nee, maar dat lijkt me ook. Het is gewoon vooral een hele goedkope plek om te wonen. Zeker als je al aardig wat startinkomen meeneemt, zeg maar. Dan red je het aardig lang. Ja, ja, zeker. Ja, en wat je zei van ja, ik zit hier in Nederland met mijn vrienden en mijn werk en dergelijke. En dat is ook een reden om het betaalbaar te houden. Als jij zegt van ja, ik wil niet mij gaan vestigen in Spanje. Ik heb hier mijn leven en mijn werk. Maar als een plan B of in de zomermaanden. Dan kun je voor een schappelijk bedrag inkopen. En toch een groot deel van het jaar daar zijn. Ja, dan heb je wel een mooie plek voor je pensioen, zullen we zeggen. Ja, ja, dat met, ook wel. De vraag is maar of in Nederland of dat hele pensioenstelsel nog stand houdt. Als ik over een jaar of 25 met pensioen ga. Ja, ja, maar daar hadden we het al voor de uitzending over gehad. Over 25 jaar zit je al lang en breed in de vaccinatiebedrag. Ja. Ik weet het nog niet hoor. Ik hoop nog altijd op een tegenbeweging. We zijn natuurlijk ook hard mee bezig. Maar ja, dat duurt altijd even. Maar ik zie het toch in de Tweede Kamer ook al wel gebeuren hoor. Er zijn wel aardig wat kleine partijtjes die wel weerwoord geven. Dat lijkt ook al wat te groeien allemaal. Ja, ja, maar goed, ja, dit is natuurlijk ook een vorm van tegenbeweging. En dan heb je dingen als keuzevrij bij mij en crypto. En zo doet iedereen wat. En daarom ben ik optimistisch dat op de lange termijn dat het allemaal goed gaat komen. Maar gaat het eerst een tijd heel erg moeilijk worden voordat het goed gaat komen? Oh ja, zeker. Ja. Dat denk ik wel. Mm-hmm. En het is op dit moment zo dat in dit initiatief onze deelnemers zijn lang niet allemaal pensionado's. Er zitten ook gezinnen met kinderen bij. Ja, ja, ja.
Ja, en ook mensen die nog niet eens aan het gezin begonnen zijn. Yo! Ja, hebben we Lucas? Nee, Peter. Oh, Peter is er ook. Ja, ik zie Lucas ook, maar Peter ook. Het wordt een grote dolle gezelligheid. Ja. Een grote commune. Enge libertaire commune. Aha. Ja, Bannix heeft al het grootste gedeelte van het verhaal verteld, maar jullie kunnen nog steeds vragen stellen, hoor, als jullie willen. Ja, kom maar met die vragen. Misschien staat er ook wat in die chat. Ja, moet dat dan als ik niet weet wat er is gezegd? Nou, ja, ik had al een vraag in de chat gezet. Ja, ik had ooit een tijd geleden zo'n programma gezien over Italië. Niet. Italië. Oh, YouTube, ja, kijk er. Oh. Ja, ja. Dat, stel hem maar gelijk. Nou ja, dat er bij, in Italië hadden ze zo'n dorpje waar je ook voor 1 euro een huis kon kopen. Mm-hmm. En dan gingen er Nederlanders. Ik weet niet wat Sicilië was. Maar ik heb het tv-programma zelf niet gezien. Ik had alleen anderen erover gehoord. En die gingen dan naar dat dorpje toe. En die dachten, nou, we zetten even de schouders eronder. En het gaan we even helemaal renoveren. En het dorpje is helemaal verlaten. Nou, toen wilden ze het renoveren en het dak lekte van het huis. En dan wilden ze het dak, nieuw dak erop zetten. En, ja, komt er gelijk zo'n regelneef langs die zegt, ho, dat gaat zomaar niet. de laatste bewoner van het dorpje, dat was eigenlijk de ambtenaar die iedereen eruit weggejaagd had ongeveer. En die zag dat nieuw bloed gelijk als een mogelijkheid om ze te gaan lastigvallen met allerlei vergunningen. En toen kregen ze op een gegeven moment zelfs, ja, je mag melden, wat mogen we dan wel doen? Ja, je mag wel de binnenmuren schilderen. Ja, maar het dak lijkt nog. Dus dan is de verf er zo vanaf. Ja, dat is niet mijn probleem. Ik ga niet zomaar dak gaan vervangen met authentieke huizen. En dat is een beetje, er is vaak een reden dat die dorpjes leeg gaan lopen zijn. Want die mensen, de jongeren gingen daar weg omdat er geen mogelijkheden waren. En die mogelijkheden waren er niet omdat er een heleboel bureaucraten zaten. Mm-hmm. Dat klopt. Ja, ik heb het in Portugal ook gezien dat het bureaucratisch heel erg dichtgetimmerd zit in veel van die gebieden. En dat is ook een reden om een goed huiswerk te doen. Om daar eerst goed rond te kijken, te praten met de mensen. Kijken of je inderdaad welkom bent en kijken wat er wel en niet mag. En ook samen te werken met lokale makelaars. Niet alles op eigen houtje doen. Er is in dit geval een goede reden om samen te werken met een makelaar en de kosten daarvan voor lief te nemen. Ja, dat is een soort overheid eigenlijk. Ja, ik weet wat bij dit dorpje ook het probleem was, als ik me goed herinner, is dat op zich de burgemeester daar, die was wel enthousiast. Die was wel van, nieuw bloed. We gaan het weer tot leven wekken met deze Nederlanders. Maar het probleem was, geloof ik, dat er van een niveautje hoger ergens van een regio kwam er een pipo langs zetten die gelijk moeilijk begon te doen over elk bord dat uitgehangen werd. Dus dat is iets ook om rekening mee te houden dan. Ja, zeker. Ja. Peter, je bent nog niet zichtbaar als ik het goed begrijp, hè? Nee, ik zit op de verkeerde. Ik zit op mijn telefoon. Okay, ik kan het wel aanzetten. Yeah. Maar ik was nog even mijn laptop aan het opstarten. Als jij met je fantastische. Maar niks is inmiddels bevroren. Als je zichtbaar bent, dan gooi ik jou ook zichtbaar voor de. Kijkers erbij. Ja. Ja. Ik viel er even uit. Oh, maar nu ben ik weer terug. Ja, mooi. Ik denk dat het komt omdat er nu heel veel mensen in de erin hangen. Lucas, ik hoop niet dat je het erg vindt. Jij bent even niet zichtbaar voor de menigte. Ja, maakt niet uit. Peter heeft een officieel greenscreen. Ik ook trouwens. Ja. Ik word nu opgezet. Ja, ik zag Peter eerst niet, nu zie ik hem wel, dus dat is fijn. Nee, ja. Ja, en ik heb Parnix een hotel gezien in Panama. Ik ben er geweest. Ja, okay. 2011. Het is wel heel donker bij jou, maar niks. Ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Mijn camera heeft ineens besloten om de verlichting aan te passen. Terwijl het helemaal niet donker is hier. Ik weet niet wat het is.
Ik denk dat je een raam op de achtergrond hebt en dan vangt hij heel veel licht op. En dan zegt hij, oh, het is veel te licht. Ik moet wat aan de exposure doen. Misschien moet je even een andere hoek gaan zitten. Ja. Dat je geen dat het raam achter je niet zichtbaar is, zeg maar. Dus dat je geen zonlicht in jouw camera komt. Al ziet dit er wel onaanspellend uit. Dat is dan ook wel weer een plus. Ja, hij doet helemaal niks. En het kamertje is alleen maar kunstmatig liggen. Goed, laten we maar verder gaan. Ja, precies. Ja, je bent wel de belangrijkste. Ja. The mystery man. Ja, kan ik teruggebeld worden? Oh ja, ik bel wel even terug. Desktop aan. Ja, goed. Ja, welke vraag is nog niet gesteld eigenlijk? Oh ja, Peter moet er even uit. Peter, kun jij jezelf er even uitgooien? Zal ik het zelf doen? Ja, is goed. Nou, ik ben wel benieuwd. Heb je dan ook overleg gehad met die Free State Project in de Verenigde Staten? Nee, maar ik ben wel van plan contact te zoeken met veel organisaties. Ik heb ook enkele aangeschreven. Ook om veel van te leren. Ja, precies. Maar we hebben het nu over een tijdspanne van minder dan 2 maanden. Dat ik het eerste artikel heb geschreven. Een paar website heb opgezet. En een club bij elkaar heb. En wat dat betreft wel blij met het tempo. Want ik zie dingen toch snel veranderen. Bijvoorbeeld wanneer ik nu naar Nederland wil komen. Kan mijn vriendin komt die Nederland niet binnen. Mm-hmm. Oh. Vanwege niet gevaccineerd zijn. Maar kan je ook niet met een testbewijs? Ik ben laatst nog Nederland binnengekomen met een antigeen test. Als Nederlander kan dat. Maar als, zij is niet Nederlands, zij is Panamees. En dan mag je niet, met een testbewijs volstaat niet meer. Dan moet je vaccinatie laten zien. Hmm. Goed, daar hebben we wel een methode op gevonden. Dus ze komt hier wel uiteindelijk binnen. Maar het is iedere keer weer net zo'n stapje verder. Ja, het is onheilspellend inderdaad, zoals dat gaat. Je bent niet te horen, Lucas. Kan je ook niet meer toe zonder vaccinatie. Aha. Nou ja, ze maken zichzelf daarmee ook impopulair, toch? Want uiteindelijk gaat dat de economie. Ja, maar daar maken ze zich nooit zorgen over, geloof ik. Die politici, dat het de economie schaadt. Nee, dat wentel je gewoon af op de belastingbetaler. Nee, het is gewoon greedy capitalist en je drukt hoop geld en prijscontrole. Ja, uiteindelijk loopt het allemaal mis, maar ja, ze doen het toch altijd weer. Ja, het is maar net hoe lang mensen willen blijven produceren voor nepgeld, zeg maar. Ja. Ja. Ik heb het idee dat er een enorme crisis wordt voorbereid. Dat ze bezig zijn om straks als het klapt, om dan te kunnen zeggen van het ging allemaal prima totdat die COVID-pandemie opeens kwam. Meer verplant. Dat is dan nu toch ook steeds het argument. Ja, maar we moeten dit wel doen, want dat virus, hè? Wij hebben het niet gedaan. Dat virus zit ons in de weg. Dan doen mensen staphorst. Ja. Ja. Ja, dat is grappig. Een van de groepen waar ik inspiratie uit haal zijn de Amish. Ik kom daar binnenkort met een artikel over. Mm-hmm. En nou zag ik een video over de Amish dat die uiteraard niet gevaccineerd zijn. En in eerste instantie waren ze wel een beetje voorzichtig. Dachten ze inderdaad dat er wel een eng virus was. Maar in mei vorig jaar hadden ze zoiets van, nou, dat valt allemaal wel mee. Zijn ze hun normale leventje weer gaan leiden. En zijn er natuurlijk enkele wat van ziek geworden. Maar uiteindelijk is het percentage dat er overleden is gewoon normaal, zoals altijd. Ja, en ze hebben groepsimmuniteit bereikt. Dat is bij Urk ook gebeurd, hoor, denk ik. Ja. Alle kolonies. Er zijn natuurlijk verschillende kolonies in Amerika waar Amish mensen leven. En het is niet overal hetzelfde natuurlijk. Dus het is niet één plek waar ze zijn. Er zit ook in Miami. In Florida zit ook een hele grote groep. Aha. Ja, maar dat Florida zo goed gaat, zeg jij. Dan hebben ze vaak een tweede huis. Dan zitten ze gewoon lekker te overwinteren.
Ja, dat is wel apart. Bij Amis denk je in zo'n huifkar en zo. Dan denk je niet, ja, we hebben een tweede condo aan de Miami Beach. Ja, er zijn verschillende soorten en smaken. Te partyen daar. Dus, ik wist het ook niet, maar... Hmm. Het is een hele lastige groep voor alle medische behandelingen. Want het is de controlegroep voor een tal van programma's die er zijn voor vaccinatie en dergelijke. En dat is ook mijn zin de reden dat ze iedereen gevaccineerd willen hebben, want dan heb je geen controlegroep meer. Oh ja. Ja, maar dat hebben ze toch al. Ze hebben die controlegroep die van de oorspronkelijke test, die hebben ze toen de eerste noodgoedkeuring er was, hebben ze gezegd van, ja, willen jullie ook laten inenten? En toen zijn bijna allemaal hebben ze zich in laten enten, dus eigenlijk heb je al geen controlegroep meer. En, ja. Dat maakt ze ook niet uit. Dat is eigenlijk alleen maar handig. Want anders dan, als dan later nog claims komen van, hey, we hebben allemaal nieraandoeningen vanwege dat vaccin, dan zeggen ze, bewijs dat maar eens. Is er dan een controlegroep waar dat niet het geval is? Dan zeggen ze, nee, die controlegroep is er niet meer. Ja, die is er nog wel hoor. Ik denk dat zo iets meer dan 10% van Nederland is niet gevaccineerd. Ja, maar die zijn natuurlijk vrijwillig, die hebben ervoor gekozen. En dan is het geen. Je moet bij een random controltest moet je eigenlijk een populatie kiezen. Random in tweeën delen. Ene wel en de andere niet. Maar als het een zelfgekozen groep is, dan kunnen er allerlei andere oorzaken zijn waarom die mensen ervoor gekozen hebben om geen vaccin te nemen. Dan, wetenschappelijk wordt dat meestal weggevaagd. Hè? Ja, het is meer de vraag of ze dan qua allerlei andere variabelen vergelijkbaar zijn met de mensen die wel gevaccineerd zijn. Ja, het zijn natuurlijk speciale mensen dat ze dat niet doen. Er is iets anders mee. Hè? Er zit iets raars in hun hoofd. Ja, ja, ik denk dat een beetje mentaal niet helemaal... Ik denk dat we ze naar een eiland moeten verbannen. Ja, daar hadden we het in het begin al over. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Ik had nog wel ook een dingetje van... Ja. Je kiest een bepaalde jurisdictie. Van nou ja, hier verwacht ik dat het best gaat. Maar het kan ontzettend snel veranderen. Hè? Ik sta daar zelf van te kijken dat... Ik had Zweden eigenlijk helemaal afgeschreven als van... Nou, dat is gewoon een socialistische toestand. On the road to nowhere. En dat komt nooit meer goed. Ja, misschien is dat ook wel zo. Maar qua COVID is dat nou de beste club. En ik begreep zelfs dat er nou van Noorwegen naar Zweden... Dat je gewoon geen face mask meer op hoeft te doen in het vliegtuig. Dus daar zijn ze ook mee opgehouden. Dus die Scandinavische landen die komen opeens weer heel, heel goed naar voren hier. En ja, dat is eigenlijk voor mij is het in ieder geval heel moeilijk te voorspellen. Dus als je denkt van nou, bijvoorbeeld Portugal, dat is wel redelijk. Ik denk, nou, misschien ga ik dan een basis bouwen in Portugal. Maar voor hetzelfde geld... Komt daar opeens een vracht geld binnen? Je hebt het idee dat er iemand een vracht geld aanvoert. En dan zegt van ja, nu gaan jullie allemaal zware maatregelen treffen. Bij Oekraïne was het eigenlijk ook zo. Oekraïne was best wel relaxed. En opeens gaan ze nou ook overal voor restaurants COVID-paspoorten invoeren. En reisbegrenzingen. Dus het is een beetje moeilijk te voorspellen als je een keuze maakt. Ja, denken van etatisten, daar komen libertariërs vaak moeilijk in. Ja, maar je zal bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, ik was er zelf nooit zo'n fan van, maar ik weet dat veel Amerikanen altijd dachten dat een soort vrijbuitersland was, Australië. Een soort Crocodile Dundee-achtige. En dat is nou eigenlijk de grootste gevangenenkamp geworden in Melbourne, de langste lockdown ooit. Ik ken iemand die in Australië woont. Die heb ik dus ook gevraagd, what the fuck is going on? Maar hij zegt, ja, in de steden is het allemaal wel best wel streng. En wordt ook streng gehandhaafd. Ook al zijn die beelden die je ziet, zijn echt wel excess op een heel klein grondgebied. Wat dan op social media enorm wordt uitvergroot. Maar gewoon op het platteland, nobody gives a fuck. Echt niemand. Ja, nee, dat is altijd al geweest natuurlijk. Ook als je Noorwegen... Toen Noorwegen door de nazi's bezet was. Als je dan in een of ander klein plaatsje woont. Ergens in de bergen. Dan had het gewoon helemaal aan je voorbij kunnen gaan. Zeg maar, zonder dat je er... dat is... Ja, als je een heel uitgesprek land hebt. Dan is dat wel het voordeel. Maar de steden zijn wel behoorlijk slecht.
Maar dat kan toch wel best snel hoor. Een vriend van mij die zat ooit, dus ik geloof in Lima of zo. Dan was de, kregen we in Nederland een bericht dat, dat er in Lima een enorme ontploffing was geweest. En hij zat daar toen. Ik denk, verrek, er zal er niks meer gebeurd zijn. Dus ik bel hem op. Ik zeg, nou, de bom ontplofte. Hij zei, wat? Niks van gehoord, joh. Ja. Dus het kan helemaal aan je voorbij gaan. Als je, ja, maar ik denk niet dat, dat een lockdown zo snel aan je voorbij gaat. Niet als je in Melbourne woont. Precies, ja. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook een beetje trouwens mijn vraag. Ja, want Spanje, dat ook niet altijd goede verhalen over gehoord, hè, daar. Maar nou, ik weet dat, dat laatst was het trouwens met de Engelsen. Die hadden een vakantiehuisje in Spanje. En die kwamen daar, die mochten, werden gewoon niet meer binnengelaten. En dan was er een soort deadlock dat ze eerst een document moesten laten zien. En dat document kon je alleen in Spanje halen. Maar zonder dat document kon je Spanje niet binnenkomen. Dus, dus ja, daar waren ze nogal verbolgen over. Maar je zal daar maar een huis gekocht hebben. Dan moet je dan de Spaanse ambassade in Engeland regelen of zo. Ja. Je moet je wat dat betreft inschrijven. Ik heb dat hier gezien met hetzelfde geval met de Amerikanen die in Panama een huis hebben. Als ze niet resident zijn ingeschreven, dan konden ze er tot oktober, november afgelopen jaar konden ze er niet in. Dus ja, we zitten wel in Spanje dan te kijken naar regio's die autonoom zijn. Ik moet nog onderzoeken in hoeverre die autonomie gaat. Galicië is een autonome regio, Asturias, Baskenland, misschien bekend. Catalonië, dat autonomie, dat ging niet heel erg ver. Dat was wel duidelijk met het referendum. Mm-hmm. Maar dat is ook wel een economisch hele belangrijke regio. Wel, ja, als je voor de buitenwereld een groep hippies in een gehucht in Galicië bent, denk ik niet dat je heel snel de aandacht zal trekken van autoriteiten. Maar het kan zijn dat je via Madrid moet vliegen om er te komen of zo. En dan... Je hebt Vigo en je hebt Santiago de Compostela. Bekend van de pelgrimsroute. En dan heb je verder weg kan je via Porto vliegen, Portugal. En de andere kant op San Sebastian. Heeft het een haven of zo? Ik heb de kaart even niet in mijn hoofd zitten. Is het daar dicht bij de kust? Vigo is de grootste vishaven van Europa. Een beetje noordwesten, ja, toch? Met een boot altijd naartoe misschien. Ja, ze noordwesten. Ja, het is nog niet definitief geselecteerd, maar het heeft wel de sterkste papieren. We gaan even zoeken. Het schijnt een mooie plaats te zijn, heb ik gehoord van collega's die er waren geweest. Een spectaculaire kustlijn. Ja. Oh ja, ja. Santiago de Compostela heb ik ook. Ik ben er eens vlak langs gereden, blijkt nu. Ik kwam vanuit Portugal naar Santiago de Compostela, dus die weg die hebben wij gewoon gehad. Het was een enorme bosbrand daar toen. Dat is nog wel een regio waar dat kan gebeuren, dus. Ja, ik weet niet hoe ver dat ze dat in Spanje gaan hebben. In Portugal hebben ze een enorme papier- en houtproductie opgezet van die spaanplaatproductie. Met eucalyptus en dennenbomen. Ja. Dus van de oorspronkelijke bos is bijna niks meer over. En alles wat je ziet is eucalyptus en dennenbomen. Ja, en dat hoogzomers vliegt makkelijk te pikken. Ja, maar we hebben het hier in Vrijheid Radio was gehad over ook dat het systeem van de brandweer daar niet helemaal handig was. Omdat die betaald kregen per brand die ze blusten. En dan gingen ze zelf branden aansteken. Oh ja. Daar herinner ik me. Maar ze doen nog veel aan wijnbouw daar, hè? Ja, Galicië is... Voor jou erg belangrijk. Dat wist ik niet, maar ik heb er aan gekeken, want ja, wat kun je er verbouwen? Stel dat er zijn deelnemers die willen zich richten op landbouw. Wat kun je er verbouwen? Het schijnt de hoogste wijnproductie per hectare te hebben van Europa. Al is het dan waarschijnlijk iets meer kwaliteit dan kwantiteit. Ik ben geen wijnkenner, maar ik heb niet echt het idee dat Galicië nou een belangrijk wijngebied is. Ja, wat ze er verder hebben, olijven, cider. Bekend van de cider, vooral Asturias naastgelegen. En voor de rest, ja, ieder type groente of fruit dat je maar kan bedenken, wil daar wel groeien. Want het heeft een
mooie combinatie van regen en zon. Mm-hmm. Ongeveer net zoveel regenval als Nederland, maar een stuk warmer en langere zomers. Lekker hoor. Ja. Ja. Ja, zeker als je dan in Nederland, nou, op dit moment zijn huizen niet meer te betalen, dus dan is dat ook een mooie optie. Ja. Ja, je moet eens gaan kijken op de pagina's van Onroerend Goed daar. Wat er zoal te krijgen is. Ook huizen die gewoon volledig goed en bewoonbaar zijn. Met enorme lappen grond. Waar je in Nederland een miljoen voor neer zou tellen. Staan daar voor minder dan een ton. Ja. Maar waarom wil niemand daar dan wonen? Ja, inderdaad. Ja, dat is een beetje die verstedelijking. Die verstedelijking. Waardoor alle banen in de steden zijn. En ook veel Spanjaarden zijn ook weggetrokken in een tijd dat vlak na de val van de dictatuur. Er zijn veel Spanjaarden weggetrokken. Er zijn verschillende migratiestromen geweest. Ja, de tijd is ook, want Franco die maakte een zootje van de economie. Dus er zijn heel veel weggetrokken naar Latijns-Amerika. Je komt heel veel Spanjaarden en nazaten van Spanjaarden tegen die in een land van Spanien, maar ook met name Mexico of Venezuela toen het nog een economische boom kende in de jaren 70 en 80. Colombia en dergelijke. Komt zoveel tegen. Dus ze zijn toen weggetrokken grotendeels en ja, daarna ook niet meer teruggekomen. Ja, kennis van mij die zijn wel eens door Noord-Spanje getrokken, gefietst. En die zijn langs al die dorpjes gegaan. En het was ook. Je snapt ook wel dat ze daar weg willen, de jongeren. Er waren nog wel hier en daar nog wel jongeren. En die verveelden zich stierlijk. En het is. Zodra ze een kans hadden, gingen ze gewoon naar grote steden toe. Want daar was gewoon meer leven. Daar was gewoon. Maar. Als je kijkt nu met COVID, zie je dat die trend eigenlijk in ieder geval tijdelijk omgekeerd is. Ik weet niet, misschien komt die later weer terug. Uh-huh. Maar heel veel mensen hebben iets idee van, ja, wil ik wel in een wolkenkrabber in New York wonen, zelfs als ik daar een mooie penthouse heb. Want ik sta met een hele hoop lui in de lift en ik kan een lockdown om mijn oren krijgen en dan mag ik mijn huis niet meer uit. En ik wil liever op het platteland zitten. Dus wat je zag was eigenlijk een verplaatsing van de stad naar het platteland. Ook omdat het thuiswerken van overal mogelijk is. Dus wat dat betreft is het niet zo'n slecht idee om terug te kijken naar het platteland ook vanuit, niet alleen vanuit investeringen, maar dat betekent dus dat je een opgaande trend te pakken zou kunnen hebben op het platteland, omdat er gewoon steeds meer mensen uit de steden wegvluchten. En eigenlijk is bij het einde van het Romeinse Rijk zag je dat ook, hè, dat Rome had geloof ik een miljoen mensen op het hoogtepunt en toen het een beetje uit elkaar gevallen was, toen waren er nog 20.000 mensen of zo. Dus al die mensen die gingen naar het platteland toe om de belastingen en de staat te ontvluchten. En om zelf maar hun eten te verbouwen op een boerderijtje en hopen dat ze met rust gelaten werden. Misschien zie je dat nou ook een beetje, dat men probeert steden te vermijden, omdat men toch ervaart dat de macht te groot is, ondanks dat het geen libertariërs zijn, merken ze wel van ja, als ik een zaak heb, die kan mijn hele leven heb ik gebouwd aan een restaurant op te bouwen en een cliëntele en boom, iemand zet er gewoon in een jaar tijd een streep doorheen en ik kan er niks aan doen. Ja, en isolatie is ook vrij relatief. Wat je al zegt, aangeeft met werken online, dat maakt het makkelijk om ergens anders geld te verdienen. En als het een goedkoop gebied is, dan hoef je niet eens heel veel te werken om je levensbehoeften te voorzien. Maar ook als je kijkt naar de meest afgelegen gebieden in Spanje, de dichtstbijzijnde stad met meer dan 100.000 inwoners is bijna altijd op een uurtje rijden. Het dichtstbijzijnde vliegveld is bijna altijd binnen 2 uur rijden. Dus het is heel lastig om een echt geïsoleerd gebied te vinden. En als je dan een gezin wil, waar wil je je kinderen opvoeden? In de stad waar het duur is en waar ze niet kunnen spelen? Of op het platteland? Als je met pensioen bent, ja, het leven in de stad is leuk, maar met de lockdowns en dergelijke is er ook niet veel lol aan. Dan kan je beter in de buurt van een kleinere stad zitten op het platteland. Dus ja, inderdaad, wat je noemt, er zijn zeer veel redenen om sowieso te kijken naar, is er iets beter buiten de stad te krijgen? Sterker nog, als je een gezin hebt en je zit in een appartementje in de stad, dan is het de vraag of dat niet helemaal explodeert. Dat je niet helemaal gek wordt als je op een slaapkamer op je bed zit te werken of zo met z'n tweeën. En als je dan bedenkt dat je op het platteland
dat ook zou kunnen doen en dan veel meer de ruimte hebben. Ja, je moet wel dat internet hebben daar, hè? Ja, maar ik denk dat zich overal wel verspreidt. Ja. Ja, ik heb eens gekeken naar naar waar zijn de dode punten voor internet in Europa. En dan moet je naar het noorden van Noorwegen gaan. En misschien een heel klein stukje Spanje waar je nog iets een doodpunt kan vinden. En Roemenië. Maar voor de rest is er overal internet waar je ook komt. Ah, ik ken een paar plekken in Nederland waar je ook geen internet hebt, hoor. Nee. Ja. Bepaalde werkplekken waar ik geweest ben. Waar je gewoon geen bereik hebt. Dat is zelfs een baan. Iedereen weet als je in de trein van Hilversum, nee, van Amersfoort naar Hilversum, ik kom door baan rijden, dan heb je gewoon geen bereik. Ja. De mensen hebben... Ja, maar is dat niet alleen provider? Nee, mensen hebben daar gestemd om met z'n allen gestemd tegen een plaatsing van een zendmast gestemd. Dus je hebt een bepaald gebied daar waar toevallig die trein doorheen rijdt, waar gewoon geen bereik is. Dat er geen dekking is voor geen mobiele dekking. Ja. Dus ook geen 5G. Nee, ook niet. Nee. Niet eens 1G. En zo heb je meer van die plekken, hoor. Maar daar heb je wel internet voor je huis, zeg maar. Dat wel. Gewoon met de vaste lijn. Ja. Nee, maar ja, goed. Ja, we houden ons op de hoogte, zou ik sowieso zeggen. Maar ik had begrepen dat jij... Ja, je hebt niet alle tijd, hè. Dus je kan niet de hele avond erbij zijn. Nee, ik ga niet... Ik ga nu uit de uitzending, want ik kom niet echt weg. Ik wens je in ieder geval veel succes met wat je zo meteen gaat doen. Dus, dankjewel. Ik ga met de show verder. Oh, noem maar nog even je website voordat je weggaat. Ah, te laat. freecommune.org. Ik zal het ook in de... Nog een keer freecommune.org. Typ het nog maar even in de chat of zo, want dan gooi ik het nog even in de... Noem je dat? In de beschrijving, als ik hem post. Gooi ik het nog even in. Ik hoor mezelf. Kijk eens wie daar is. Ja, Jan-Marc komt erbij. Ik hoor mezelf. Kijk eens wie daar is. Goedendag. Ja, en ik hoor mezelf. Ja, hoor. Jan-Marc komt erbij. Goedendag. Zet er via je telefoon uit, want volgens mij luister je via de telefoon. Hoppakee. Ja, de een komt, de ander gaat. En ik gooi even Lucas. Ik zorg even dat Lucas wat zichtbaar is. Ja, leuk dat je er bent. Mannix is er net uit en jij komt letterlijk binnenvallen. Ja. Dus. Ja, het is wel, ik zal eventjes denken aan die minister van Volksgezondheid van Spanje. Die had besloten dat de mondkapjesplicht, die bleef net zolang er verkoudheidsvirussen en griepen bestonden. Dat is, slaat de angst al een beetje om mijn hart als het om Spanje gaat. Ja, dat had ik inderdaad nog willen vragen, ja. Ja. Zet je microfoon iets verder van je mond af. Oh, ik kan hem ook wel iets... Nee, doe niet. Dan val je weg. Nee, dat valt mij mee. Ja, oké. Okay, ja. Ah, dan kan ik blijven zitten waar ik zit. Ja. Kom niet te dicht bij je microfoon. Ja, maar ik herinner me ook dat verhaal dat we eerder hadden over de hoogte van de boetes in Spanje. Als je niet aan de maatregelen... Ja, daar hebben we zo meteen een bericht over. En er is ook een verbod op protesteren, want ze er ook... Ja, ik weet niet of dat in Spanje nu ook is, maar ik dacht dat het in Italië toch was, dat de vaccinatieplicht is. Ja, voor iedere werknemer. Ja, dat heb ik een beetje van, het kan zo onvoorspelbaar zijn. Dat gaat allemaal een beetje dezelfde kant op, behalve Zweden, Noorwegen, Denemarken en zo. Ja. Maar voor de rest, ze hebben ook een euro, hè. Dat is ook, die eurolanden zijn allemaal toch een beetje heftiger of zo. Ik heb een kleine delay erop, hoe kan dat nou? Ik hoor je wel gewoon, hoor. Dus, Oké, ik hoorde iets terugkomen. Maar maakt niet uit. Ja, nee, maar goed, ik was in Tsjechië op vakantie geweest. Dat had ik ook al verteld. En dat leek een paradijs. Er was niks aan de hand.
En gewoon een paar weken later dat ik weg was, ja, sloeg het fascisme toen met de tweede lockdown, die de meest heftige was van heel Europa. Dus, ja, en ook die landjes zoals ik hoorde, bijvoorbeeld, ik geloof Litouwen of zo. Een van die drie Baltische staten is gewoon helemaal, je kan niet eens een winkel in daar. Nee, en ik was op vakantie in Slovenië en dat was ook gewoon geweldig. Alleen toen ik weg was, toen besloten ze dat ongevaccineerden niet meer het benzinestation in mochten. Niet meer naar de dokter en niet meer naar de apotheek. Dus dat is dan ook wel vrij onprettig, moet ik zeggen. En dat gaat dan in één keer heel hard. Ja, dus je dan het idee dat een beetje aan jou ligt nou, overal waar jij weg gaat. Ik heb ogenblikkelijk de oorzaak gevolgverband te zien. Ja, inderdaad, ja. Maar goed, dan denk ik van ja, goed, dan kan ik gaan immigreren. Maar bij de tijd dat ik er ben, dan. Ja, jou willen we er niet bij hebben. Dan kom ik in het meest fascistische land terecht. Net als ik alles geregeld heb. Je vraagt je af in hoeverre historie daar nou een rol bij speelt. Hè? Dat als het. Ja. Als ze nog niet zo lang geleden. Een fascistische dictatuur geweest is, of ze dan. Nou, bedenk dan maar even dat Marnix heette die jongen. Ja. Die gaat nou immigreren naar Spanje. En als jouw theorie klopt, als ik dan in Spanje op vakantie ga, dan is het een maand later. dan kan hij weer een ander land gaan uitzoeken, of niet? Ja. Maar er zit wel iets in van een volksaard of zo. Weet je? Dat zo'n volkscultuur die reproduceert zich wel met de generatie. Kan altijd een beetje net iets andere kant op gaan. Maar er zit toch iets in Italië ook, weet je. Die fascistische trekjes, die gaan er nooit helemaal uit. Er zijn nog steeds mensen daar die dat best wel oké vinden. Ja, ik had altijd het idee dat als je één keer daarmee te maken hebt gehad en je hebt goed je neus gestoten, dat het dan dat je dan wel twee keer uitkijkt voordat je er nog een keer intrapt. Maar wel, ik heb het idee dat die theorie niet klopt. Want, nee. Als je kijkt naar Israël ook, man, die hebben toch ook het een en ander meegemaakt. En als je nou ziet wat ze daar over zich afroepen. Ja, maar dan geldt de theorie van Rick dus niet. Want Israël heeft niet een. Ja, tenminste na een eigen bevolking toe niet echt een fascistische cultuur. Ik bedoel, ze hebben daar in het Midden-Oosten. Waren ze altijd het meest relaxed, denk ik. Gewoon in het Midden-Oosten. Maar de kibbutz-mentaliteit zit er ook nog steeds wel in, hoor. En dat is gewoon een soort van slavenboerderijcultuur. Dus dat zit er ook in Israël nog wel in. Ja, maar ik vind het toch een foute romantiek om te denken. Ja, klopt. Maar dat zit wel niet voor niets kozen. Ja, dat kozen ook uit voedselzekerheid om op kibbutz te gaan werken. En dat was de enige plek waar echt gegarandeerd eten was. Maar die mentaliteit van samen dingen ondergaan, die zit nog bij een deel van de bevolking wel van binnen. En die brengen het ook over de volgende generatie. En los daarvan heb je natuurlijk ook gewoon import uit allerlei landen. Rusland en Oekraïne, dat zit natuurlijk heel anders in elkaar. Maar we proberen inderdaad een beetje te kijken in hoeverre vrijwillige tendensen onder de bevolking het meer waarschijnlijk maken dat er een soort fascisme landt. Ja, ik merk het in Nederland. Ik heb altijd gedacht dat je een hele kleine groep met machtswellustelingen had die andere mensen aan het onderdrukken was in Nederland. Maar ik heb nu met mijn buren heel recent meegemaakt. Wij wonen op een weg, dat is iets van onszelf, we hebben VVE. In een nieuwe wijk en dan moest het huisvuil opgehaald worden. Er was nog niks voor geregeld. Dat hadden we kunnen doen via een privaat ophaalbedrijf. Maar die buren vonden dat te lang duren. En toen gingen ze erop wijzen. Ja, maar de gemeente heeft een zorgplicht. En we gaan ze daarop aanspreken. Ik denk, nee, dat is de meest foute set die je kunt doen. Maar het zit kennelijk in Nederlanders. Om overheden aan te spreken op hun zorgplicht. Die vragen erom om gedomineerd te worden. Ja. Ja, maar aan de andere kant heb je zo'n liedje van 15 miljoen mensen. Dat hele kleine stukje aarde. Schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Maar er zijn 2,5 miljoen mensen bijgekomen en die zijn het probleem. Ja. En die mensen. Het lijkt duidelijk, die immigranten hebben het weer gedaan natuurlijk. En die mensen. Ja, nou, kijk, maar zij zien de overheid ook als een instantie die hen in hun waarde laat. Dat is een hele rare kronkel voor libertariërs. Maar zo werkt het voor die mensen. Ja, maar ik sta er wel van te kijken ook als je onder de Nederlandse berichtjes van gevaccineerden mogen niet meer naar Amerika vliegen of zo. Dan zie je gelijk de eerste twee reacties eronder van, oh geweldig,
keuzes hebben consequenties, mm-hmm. hoor. Mm-hmm. Heb je al het idee dat er een enorme... En er staan wel meer van die bootlickers zijn er dan in die het allemaal geweldig vinden. Dat valt je dan een beetje tegen. En ik had er van Duitsland ook gedacht van... ja, die trappen hier niet nog een keer in. Die kunnen het nou wel herkennen van een kilometer afstand. Maar ook daar gaat het helemaal mis. En dan, maar daar zie je ook een verschil tussen Oost-Duitsland en Zuid-Duitsland ook aan de ene kant. En Noord- en West-Duitsland aan de andere kant. Dus ook daar zie je wel dat, dat in het zuiden, wat sowieso al een grote onafhankelijkheidsgevoel heeft gehad ten opzichte van de rest van Duitsland. Superioriteitsgevoel eigenlijk. En in het oosten, daar zie je echt wel de grootste groepen sceptici rondhuppelen. Alleen ja, dat wordt overruled door al die gasten elders. In het noorden. Ja, die hebben het communisme recenter meegemaakt. Die hebben het nog gewoon in hun herinnering. Dat ze gewoon dat ze de overheid niet als lief hebben meegemaakt. En dat hebben ze misschien ook op de Balkan nog. En je hebt ook heel veel tv-kijkers. Dat is ook nog een dingetje in Duitsland. Ja. Maar zullen we gewoon even met de berichten beginnen? Wel, gooi ze. Ik weet niet of ze dat blokje goud, zilver, bitcoins en staatsschuldmeter nog doen. Of zullen we die maar even overslaan? Nou, als we tijdgebrek hebben, kunnen we dat overslaan. Ja, ik denk de mensen die het echt willen weten, kijk gewoon op het internet. Goud 1800, olie 82,69. Bitcoin heeft een flinke dip gehad, dat kunnen we wel even zeggen. Alle crypto trouwens. Ja, ik weet niet of er nog een reden voor was. Ik denk gewoon dat een Elliott wave afgemaakt moest worden, dat de reden is. Maar, Nou, dat was een enorme leverage. Mensen waren weer hemelhoog jaugend. En toen zo'n tode betrupt zijn ze. Dat is altijd. Dan heb je een heleboel leverage long erin. En dan, dan is het gewoon een kwestie van even door de stops heen. En daarnaast is traditioneel heb je altijd het oktoberdip. Hè? Dus dat zou dit keer ook kunnen zijn. Ja. Was op de gewone financiële markt trouwens ook. Hè? Ik ben in indexfondsen, dus dat had ook een aardige dip. Maar het is inmiddels wel weer stevig opgekomen. Het is trouwens altijd zo dat, ik heb al eerder in de uitzending genoemd. Dat is ook traditioneel, iedere maand zie je dat in het midden van de maand is de hoogste piek. En de laatste paar dagen van de maand heb je altijd een dip. Dat is altijd het beste moment om in te kopen. En sommige mensen doen dat gewoon standaard. Die kopen alleen maar in op einde van de maand. En verkopen in het midden van de maand. Dan heb je... Er was ook vandaag geloof ik een bericht. Dat de Canadese centrale bank die zeiden van... we gaan definitief stoppen vervroegd met QE. Met geld pompen. Want ze zien de prijzen toch al heel hard oplopen. En... Ja, dat verwacht ik wel, dat je een moment krijgt. Dat ze zijn natuurlijk heel terughoudend. Want alle keren in het verleden dat ze ook maar even de geldkraan iets dichtdraaiden, klapte gelijk de markt in elkaar. Dus daar zijn ze heel voorzichtig. Maar ik denk dat ze misschien nou wel eens weer te voorzichtig kunnen zijn. Dus dan lopen die inflatie loopt dan helemaal uit de hand. En dan raken ze in paniek en dan gooien ze alsnog de rem erop. En dan krijg je een klap van, van je welste op een later tijdstip. Maar in ieder geval die Centrale Bank van Canada, die begon er al mee. En dat gaf gelijk, ik denk dat wel een reden was dat daar even wat zorg bestond. Van, is dit een trend? Gaan al die banken nou versneld hun geldpersen uitzetten? Ja, goed. Ja, tot zover even het blokje dan. Ja, we gaan even racen. We beginnen even met een ander record. Rutte 3 pakt het record moties van wantrouwen af van Rutte 2. Dat is de voorgaande recordhouder. Nog nooit in de hele parlementaire geschiedenis heeft er een kabinet zoveel moties van wantrouwen gehad. Maar het lijkt geen enkel effect te hebben. Ze kunnen niet meer die... Dat is trouwens niet, dat is niet helemaal waar. Op Rutte heeft het geen effect. Maar Sigrid Kaag is er toch afgetreden. Zij uit eigen beweging. En hoe heette die andere ook alweer? Nog zo'n minister die bleef eerst nog even zitten. Totdat ze problemen kreeg met het departement. Die dan toch gevonden dat ze niet helemaal goed had gezeten. Dus ze ook afgetreden. Ze zijn wel een paar mensen hebben het veld geraakt. Maar Rutte zelf niet. Die vergeet gewoon al dat soort dingen. Hij heeft toch geen actieve herinneringen aan die rode kaars. Nee.
Nee. Maar ja, ze kunnen niet van hem af. Hè? Ik bedoel, hij is al demissionair en je kan niet extra demissionair worden. Hij komt... Ja, dubbel. Ja, dan komt er gewoon zo meteen hierna nog met de 4, hè? Ja, ja. Zijn er geen grondwettelijke begrenzingen aan dit? Dit is een saga. Nee. En dan nog, hij scoort nog steeds hoog in de peiling, dus ja. Ja, ja. Ja, dat kan snel veranderen als je naar Biden kijkt. Die maakt wel een behoorlijke cratering in de peiling. Ja, maar dat is geen reden om af te zetten, hè? Nee, ze zijn erover aan het nadenken of dat Kamala Harris de volgende toch wordt. Ja, ik vraag me af of ze die ook willen. Ja, je ziet nou dat misschien Fauci voor de bus gegooid wordt. Ik vond het een beetje apart dat het in het nieuws kwam dat hij puppies aan het martelen was. Of dat hij dat had gevonden. Als dat in het nieuws komt, dan is het meestal kan ook afleiding van, zijn. Het kan ook afleiding zijn. Uit. Ja, dat is moeilijk. Kamala kan nu nog niet weg, want die is een beslissende stem in de Senaat op dit moment nog. Als vice-president. Dus ze moeten daarmee wachten tot de volgende verkiezingen. En dan kunnen ze aan de volgende. Nou, dan vraag ik me af of ze dat willen. Nou, maar als Biden het ergens om gezondheidsredenen moet aftreden... Ja, maar dat moet je al. Vinden wij. Ik denk dat ze liever een van de demente gast had. Zolang die handtekeningen kan zetten, vinden ze niet erg. Ja. Precies, inderdaad. Ja. Je hoeft geen persconferenties te geven of zo. Nergens voor nodig. Wordt alleen makkelijker als we dat... Op een gegeven moment moet je de teleprompter om gaan draaien. Dat we het zelf kunnen lezen. Het wordt steeds efficiënter, die democratie. Nou, op een tussenregel. Dat je tussen de regels kon lezen. Ik had al gezien ergens dat hij niet in de White House zat, maar dat ze een decor hadden gemaakt ergens van de White House, waar hij zijn speeches doet en zo. Ja. Klopt. Ja. Dus ja... Zo. Ja, maar dat hadden ze al bekend, in het bejaardenhuis of zo. Ja, decor inderdaad. In het Pentagon voor noodsituaties. Hij kan al in een soort huis van geriatrie zitten als geriaat. En dan hebben ze dan een soort White House'je. En dan, dan kunnen ze filmen. Ja. Het lijkt nog steeds een geweldig idee. Geeft die man het idee dat hij de volledige macht heeft? Je zet ze in een hele set neer. En dan mogen ze wetten uitvoeren en zo. En je geeft ze ook feedback voor wat er gebeurt. Ja, de mensen zijn helemaal wanhopig. Of ze zijn heel blij met je nieuwe wet of zo. Maar je feedt het gewoon allemaal nep naar hem. Dus hij denkt dat hij ontzettend veel macht heeft en overal aan de hendel zit. En in werkelijkheid is het allemaal wordt het gewoon weer datafeed naar binnen. Rick is eruit gevallen. Klein mannetje. Oh, stop even, jongens. Ik denk... Voor hem is... Rick is... Rick is weg. Ik ben weer terug. Ik moest even mijn stroom aansluiten. Hij was de host namelijk. ik denk wel het voordeel van Biden is dat hij zelf geen last heeft van een ideologie. En dat, net als Rutte eigenlijk. Ik bedoel, hij vindt het wel leuk om president te zijn. Net als denk ik dat Rutte het ook leuk vindt. Om premier. Maar het maakt voor hem niet zoveel uit welke richting het op gaat. Volgens mij. En Biden al helemaal niet, want als je naar kijkt naar zijn verleden en zo, dan is hij. Die waait met alle winden mee. Ja, precies. Ja, Rutte eigenlijk ook. Dat is een liberaal, zegt hij. Dus, ja. Dat is met al die lui zo, volgens mij. Als ze langzaam maar voor op de parade lopen, vinden ze niet erg waar die parade heen gaat. Maar ik denk dat Trump nog wel iets heeft dat hij iets wil of iets leuk vindt. Weet je wel? Waar dat hij er zo snel uitgewerkt werd. Ook. Ja, ik denk dat hij daar... Ja. Ik denk dat Obama ook heel makkelijk was. Van de verkiezingen hebben ze nog het idee van... Ja, ik ga Guantanamo Bay sluiten en zo. Dan kom je tegen de deep state loop je aan en die... Die zeggen gewoon van, hoor eens, dit gaan we doen. En jij mag gewoon persconferenties geven. Een teleprompter lezen. Dan krijg je aan het eind een landhuis van 15 miljoen. En niet zeiken. Ik krijg gelijk weer het liedje van, hoe heet die ook alweer? Een oude Belgische zanger in mijn hoofd. Die was zo'n lollig liedje gemaakt over Guantanamo Bay. Guantanamo Bay, Guantanamo Bay. Lollig liedje over Guantanamo. Ja. Niet als Clouseau in ieder geval. Nee.
Waterboarding. Die Urbanus of zo? Nee, hoe heet hij ook alweer? Met zijn zwarte haren, Eddie Wally. Ja. Oh, die... Ja. Van Lava. Ja. Was die ook altijd in te zien. Maar ik hou even de vaat erin. Bedreigingen. Oh ja, bedreigingen aan, hadden grote impact op de kinderen van Hugo de Jonge. Als je daadwerkelijk het stukje gaat luisteren, je hoeft het niet eens te doen. Ze praten eigenlijk alleen maar over voetbal met Hugo de Jonge. Heel even in één kort zinnetje noemt hij tussen neus en lippen door. Dat zijn, want ze hadden het over voetballers die bedreigd werden. Zegt, wordt ook even genoemd dat de Hugo de Jonge ook wel eens verwensingen naast zijn hoofd krijgt. Maar dat ze kinderen er goed onder zich sterk weten te houden eronder. Ja, dat is alles. De titel staat, had een grote impact op kinderen, Hugo de Jonge. Ja. De titel klopt niet, zeg jij. Nee. Nou, misschien vonden ze het wel fantastisch dat het uiteindelijk in het nieuws kwam. Ja, dat zij in het nieuws kwamen. Eigenlijk grote impact. Iemand onze vader. Ja, precies. Ja. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ik het erbij heb gehaald. Dus konden ze vertellen op school daarover, weet je wel. Grote impact op mij. Moet je eens kijken, ik was in het nieuws. Ja. Ik weet al waarom ik het erin had gegooid. Eigenlijk als een aankondiging om wat hierna allemaal gaat komen. Oh, ik bedoel, okay. Ja, deze man krijgt dan allemaal, wordt allemaal verwensingen naar zijn hoofd. Ja, ik bedoel, je valt heel veel mensen lastig. Heel veel kinderen hebben het hartstikke moeilijk. Want die moeten een mondkapje om een muil naar school toe. En weet je wel, het leven van heel veel mensen wordt ondraaglijk gemaakt. En dan, ja, dan vind je het raar dat je dat spreekwoord via de balkaas moet hem terug verwachten dat inderdaad een echte betekenis heeft, zeg maar, dat spreekwoord. Ja, dat is dus natuurlijk het hele rare dat eigenlijk deze man bedreigt de hele samenleving via zijn geweldsapparaat. Ja. Als je zijn mening niet in je hart sluit, dan komen er gewapende lui langs. Ja. Nadat die boetes je boetes niet betaalt. En het hele vreemde is dat de pers dan natuurlijk gelijk weer het oogpunt van de minister. Ze hebben gelijk een slachtoffer. En het slachtoffer is altijd de machthebber. Dat is dan daar moet je opeens medelijden en sympathie mee hebben. Het is net zoals bij de politie, zeg maar. Als een politie iemand doodschiet, dan is het van onderzoek instellen. En het was eigenlijk zelfmoord of zo. Of hij was. Niet door om het leven gekomen doordat er 5 agenten bovenop hem waren gaan zitten. Uh-huh. Als een politie door een kat gekrapt wordt, dan wordt er bijna gelijk een ceremonie opgevoerd en een vuurwerk afgestoken voor deze dappere held. En dat zie je gewoon de hele tijd terugkomen. ze duiken altijd heel snel in de slachtofferrol. Van dader naar slachtoffer, dat is... Het is heel snel gemaakt. En de kat wordt dan ook nog doodgeschoten ook, weet je wel. Ja, dat kunnen ze ook nog doen dan, ja. Ja, ik vind dat die media is, maar eens even moeten gaan praten over dat WOP-verzoek waaruit gebleken is dat er 520.000 levensjaren per saldo verloren zijn gegaan door de lockdown die Hugo de Jonge met zijn konuiten heeft ingevoerd. En daarna, als dat allemaal geweest is, dan wil ik wel eens kijken of ik nog emoties wil voelen voor zijn kinderen. Nou, het curieuze is natuurlijk dat dan zal hij zeggen, ja, maar dat is helemaal niet te bewijzen dat die jaren verloren zijn gegaan. Maar dan denk ik, dat is andersom ook niet het geval, dat die jaren gewonnen zijn door vaccinatie. Het punt is dat de ambtenaren het van tevoren hebben uitgerekend. Dus hij heeft dat risico genomen. Ik bedoel, ze hebben het laten uitrekenen daar. Dat doen ze daar bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die hebben gezegd, nou, als jullie dit gaan doen, dan gaat dat per saldo 520.000 levensjaren kosten. Ja, ik heb en nog honderden miljarden. En toen hebben zij gezegd op basis, dat hebben ze van oké, als dat zo is, dan gaan we het doen. Maar ik heb nog steeds het idee dat Hugo de Jonge op een gegeven moment soort van, nou, ook wel met eigen goedkeuring, maar dat hij een beetje naar voren is geschoven als de scapegoat van die hele operatie. Die zegt van, nou, ik snuif al 4 jaar lang kook en dan los ik dit zaakje even op. Ja, Scott bedoel je gewoon. Ja, precies. Ja. Die moet gewoon straks aftreden. Dat vindt hij ook helemaal niet erg, want dan heeft hij zijn klusje geklaard. Weet je wel? Ja, krijgt hij een zak geld mee waarschijnlijk. En een baan bij Big Pharma. Ja, dan wordt hij ergens naar de commissariaat doorgeschoven of zo. Dat is meestal met politici. Nee, ik denk dat hij inderdaad de haat op moet vangen. En
Dat klopt, ja. Dat denk ik ook. Ik denk ook dat dat soort mensen die kunnen dat ook gewoon. En inderdaad, misschien met behulp van cocaïne dat het nog beter lukt. Toch, ja. Hè? Ja. Nou ja, je hebt, ik weet niet, er is zo'n filmpje ook van, ik weet niet meer waar van precies, maar dan zie je hem ook met hele grote opengesperde ogen, gigantische pupillen. En mensen die echt expert zijn op drugsgebied, die zeggen, dat zijn gewoon speed ogen. Ja. Iedereen zegt dat ook. Mij is ooit verteld. Ik zou dat echt niet weten. Mij is ooit verteld toen ik in de horeca werkte van. Hier kan je aan herkennen dat een klant cocaïne of speed of wat dan ook. En verkrampte kaken en die ogen zo, dat is inderdaad speed. Mm-hmm. Dus dat leer je gewoon. Nou, dat is nog wel een compliment voor hem. Dat hij, hij heeft dan kennelijk toch nog ergens iets van een soort van geweten. Dat het hem net niet nuchter lukt. En daar scheelt hij mee met Rutte. Die dan waarschijnlijk een 100% gewetenloos psychopaat is. En hij heeft nog ergens iets van een soort menselijkheid. Wat onderdrukt moet worden door de kook. Er is ook een psychologische term voor wat Rutte heeft. Dat selectief vergeten, zeg maar. Er is een woord voor. Ik ben het niet meer in mijn hoofd. Dat hij geen actieve herinnering aan dingen heeft verdrongen. Ja, dat is oké. Dat soort verdringing, dat gebeurt bij mensen die traumatische dingen hebben meegemaakt in hun verleden. Dus het zou best kunnen dat hij niet zo'n fijne jeugd had, of dat weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval zit er iets in zijn persoon waardoor hij dat waarschijnlijk echt vergeet. Ja, vervelende dingen die weet je gewoon niet te herinneren. Hij creëert alleen zelf zijn traumatische situaties die hij verdrinkt. Dat is vaker zo bij mensen met trauma's. Dat trauma reproduceert zich continu. En is dan helaas voor ons dat hij premier van Nederland is. Ja, ik ken een vriend van mij, die kent Rutte nog van zijn jonge jaren. Die zat samen met hem bij de JOVD. En die kent hem van de vergaderingen en zo. En ze zat samen in een redactie van een van de JOVD-blaadje. En die vertelde dat hij toen de tijd, hij kende hem echt als zo'n regelneef die dat gewoon heel leuk vond om dingen te regelen en te doen. En hij had toen al een beetje dat popiopie en iedereen dingen beloven, maar vervolgens, als je me later op aanspreekt, dan is je het vergeten, weet je wel. Mm-hmm. Dus, maar altijd gewoon, en dat alles weglachen, dat had hij toen ook al. Dus, ja. Dat is een beetje zijn karakter. Dus, Dus zoals hij nu is, zo was hij toen ook. Mm-hmm. Ja. Hij is wel consequent, zeg je. Ja. Maar ja, goed. In ieder geval een man die het niet erg vindt om allemaal rode kaarten te krijgen. dan gaan we nog heel even een klein berichtje tussendoor. Dat was eigenlijk naar aanleiding van waar we het vorige week aan het einde van de uitzending over hadden. Er werden heel veel agenten ontslagen. En what the fuck? Oh, het bericht is verdwenen of niet? Even kijken hoor. Oh nee. Ik zie geen bericht over agenten. Jawel, Indiana. Okay. Ja, het staat er nog. Het staat er nog. Ja. Ik moest me door een of andere melding heen klikken. De politieagent in Chicago, die allemaal een baan kwijt waren. Ja, je hoeft er niet om te huilen, want ze kunnen aan de slag in Indiana. Fantastisch. Ja, die hebben gezegd, wij gaan niet moeilijk doen over of jullie wel of niet gevaccineerd zijn. Jullie kunnen gewoon bij ons. Wij vinden wel ander werk voor je. Ja. Dus even dat tussendoor. Als je er meer over wil weten, kun je het bericht even lezen. Krijg ze wel een soort segregatie inderdaad. Hè? Dat is in Nederland nu toch ook al. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Misschien zijn dat dan wel de meest menselijke politieagenten dan, die dan in Indiana komen. En de hardliners, die echte ordervolgers. Ja. Blijven achter. Ja, wij doen dat natuurlijk altijd alsof iedere politieagent slecht is hoor. Maar sommigen doen ook gewoon wel hun werk. Wat er bedoeld is, zeg maar. Dus als er dan een boef is, dan gaan ze daar achteraan. En die heb je ook natuurlijk. Ja, ik ben ook benieuwd of ze het leger is. Met een hand of met hart strijken als je iets fout doet. Dus niet meteen. Ik heb het een paar keer gehad hoor. Ja, dus ik ben altijd beleefd. Ja. En sorry, het was niet mijn bedoeling. En dan volgende keer niet meer doen. En dan gaan ze weer weg, weet je wel. Terwijl als je er heel agressief op ingaat, ja, dan krijg je gewoon een boete.
Ik heb ook wel vaak weggekomen met alleen langs de snelweg gestopt te worden. En dan zeg je sorry en dan kun je verder. Die mensen willen ook gewoon verder met hun leven en snel naar huis toe, weet je wel. Ja. Mijn opa en oma hadden ooit een nazi-soldaat die kwam huis doorzoeken op Joden. Mm-hmm. Maar die had er eigenlijk ook geen zin in. Die kwam gewoon even naar binnen toe en zei, ja, ik moet naar binnen toe, ik heb hier... geen zin in, ik rook gewoon een sigaretje en dan 5 minuten in de la ga ik weer naar buiten toe. Dus, ja, er zijn ook goede nazi-soldaten. Ja, maar die Godwin jingle niet hebben, hè? Dit is mijn kans om voluit te gaan. Maar dan ben ik ook benieuwd of ze dan, of ik weet niet of dat nog een bericht wordt die voorbij komt, maar dat ze dan ook leger in gaan zetten om het verlies van die 10.000 politieagenten op te vangen daar in Chicago. Of, we hebben wel een soortgelijk bericht. Met het vrachtauto. Oké, dan wacht ik dan. Ja, dat mee, komt zo meteen. Laat ik even de vaart erin houden. Ministerie onderzoekt even kijken hoor. Ministerie onderzoekt geldige QR-code van Adolf Hitler. Ja. Oh. Deze komt niet van de speld. Het is zo mooi dat mensen dat toch weer weten te hacken. Dat is geniaal. Ik geniet van dat soort mensen. Ja. Ik zei ook in een eerdere uitzending, had ik ook van, volgens mij is de oplossing hacken. Weet je wel? Ik kwam alleen toen niet goed uit mijn woorden, maar ik had toen te veel gezopen had, maar dit bedoelde ik te zeggen. Alleen, ja. Zijn geboortedatum staat wel fout. Adolf Hitler geboortedatum 1 januari 1900, vaccin, Comirnaty dosis 2 van 2 compleet. Oh, dan weet je dat het niet de echte Adolf Hitler is, door die geboortedatum. Hij is 1800 zoveel geboren. Ja. Ik denk dat het systeem kennelijk geen geboortedata voor 1900 aan kan. Ze probeerden iemand binnen te komen op bewijs van Adolf Hitler, maar we weten dat de geboortedatum niet klopt. Toen ik het las, dacht ik van, het kan ook gewoon inderdaad een asielzoeker zijn, want in Afrika heb je serieuze mensen die zo heten, ja. Ja, maar in Korea maken ze er ook altijd grapjes mee. Ja. Dus ik denk dat daar best mensen Hitler heten. Ja. Elvis Presley. Ja, die heb je ook. Ja, ja precies. Ja. Toen ik in een asielzoekerscentrum als vrijwilliger werkte, hadden we iemand heette Jozef Stalin als voornaam. Gewoon aan elkaar, Jozef Stalin. Dat was gewoon zijn voornaam. Ja. En dan vraag je hem van hoezo, was je vader een communist? Nee, hij is strong man. Oké. Ja, maar dat landt daar heel anders inderdaad. Je hebt toch in Korea heb je ook zo'n Hitlerbar. Kun je gewoon voor de lol wat gaan drinken. Ja. Maar ze zeggen dat het kan zijn om een medewerker van de GGD in Frankrijk of Polen deze QR-codes op zijn naam aanmaakt. Maar volgens bronnen rondom corona-check houdt het ministerie rekening met veel erger scenario dat de geheime sleutels van een Franse Poolse QR-codes zijn gestolen. Dat betekent als je de private keys hebt, dat je gewoon zoveel QR-codes kan maken als je wil. Okay. Nou, ik heb een app die valse QR-codes kan maken. En dan het enige wat je hoeft te onthouden, hebben ze mij verteld. Maar ik ga hem niet gebruiken, want ik ga mijn geld niet uitgeven in zaakjes die daarin meedoen. Dus het interesseert me niet. Maar het is leuk voor jongeren en zo. Maar dan, wat je moet onthouden is dan de geboortedatum. Als je dan niet je paspoort hoeft te laten zien. En heel vaak vragen ze dan niet om. Dus dan onthoud je gewoon de initialen, die zien zij. SM of zo. En dan 7 maart 2000. Nee, het jaartal doet er niet toe. Je hoeft alleen maar 7 maart te onthouden. Dat is wat ze zien. En je initialen. En je hebt dan gewoon, je drukt erop en je krijgt dan een stuk of 40 verschillende QR-codes van echte mensen. Je gaat alleen maar nat als je je paspoort erbij moet laten zien. Maar heel vaak, ja, zijn ze daar niet in geïnteresseerd. Dus... Dus het kan al vrij. Nee, maar hier is het geen enkel probleem, want deze meneer die op een hackersforum actief is, dat hij voor €300 een QR-code naam naar keuze aanmaakt. Dus je kan gewoon je eigen naam en je eigen geboortedatum zijn. Ja joh, maar je kan dan toch veel beter gewoon jezelf besmet laten raken, dan ben je weer voor een half jaar klaar. Dus kun je die paar honderd euro uitsparen.
Ja, het is een beetje lastig, want kijk, als jij niet echt daadwerkelijk ziek wordt van corona, dan gaat jouw lichaam daar ook niet antibodies van maken en dan kun je dat helemaal niet terugzien in je bloed. Je gaat toch wel, je bedoelt die serologische test toch, of niet? Nee, de PCR-test, die kun je dan, doe je daarna een PCR-test. Dat is natuurlijk een raar mechanisme, maar als je gewoon in de buurt van iemand bent die heel hard in je gezicht hoest bijvoorbeeld, dan blijft het wel in je neusholte hangen, laat je gelijk daarna testen. Nou, vast dat ze met die PCR-cycli van 45 keer dat ze dan wat vinden. Ja, en dan? Hoef je niet ziek van te worden. Nou, dan vinden ze dan dus dat je besmet bent. Moet je een week later weer laten testen. Dan vinden ze niks meer terug. Ben je hersteld. En dan heb je voor een half jaar vrijbrief. Als je hersteld bent van de ziekte. Maar volgens mij een jaar inmiddels. Nee, ik dacht dat het anders werkt. Ik dacht dat die... kan me vergissen hoor. Maar ik dacht dat het herstel... Dat het te maken had met dat bloedonderzoek. Maar, Nee, bloedonderzoek. Oh, je mag ook als je... Rick gelijk. Ja, als je een positieve PCR-test en een negatieve daarna kan laten zien. Dan geldt het als hersteld. Ja, maar als je een negatieve test kan laten zien. Dan mag je sowieso naar binnen. Maar als jij. Ja, maar heb jij een half jaar. Ja, precies. Dan gaan ze ervan uit dat je de ziekte hebt doorgemaakt. En dat je dus voldoende antistoffen hebt. En dat je dan weer een half jaar vooruit kan. Want zij noemen het zelf niet zo. Hè? Want ze hebben een tijdje lang over besmettingen gehad. En toen zijn ze teruggegaan naar een positieve PCR-test. Wat het eigenlijk ook is. Mm-hmm. Maar als jij besmet bent met iets. Dan wil nog niet zeggen dat uiteindelijk dat je daar ziek van bent geworden. Dat betekent alleen maar... Dat het een logisch systeem is. Ik zeg alleen hoe het administratief gesproken werkt. Ah, ik wist niet dat het zo werkt. Oké, goed. Ja. Maar ze willen ze willen alleen maar naar die uiteindelijk naar 1G, maar ze willen nog naar 2G. Ze willen van het testen af. En nou ja, goed, dan heb je nog wel wat Rick zegt van dat je als je kan aantonen dat je genezen bent. Maar dat schijnt ook na zoveel maanden te vervallen. En dan is de vraag of dat er weer bij komt. Ja, en anders hou je 1G over. Vaccinatie is dat eigenlijk, als je technisch gesproken bekijkt, is dat na 3 maanden ook het geval. Dan is die vaccinatie eigenlijk al niet meer zoveel waard. Mm-hmm. Maar officieel geldt het nu voor onbepaalde tijd. Als je gevaccineerd bent. Dat is eigenlijk een heel raar systeem, maar goed, dat is hoe het werkt. Maar dat zit er aan te komen dat verkort naar 6 maanden, denk ik ook. Want dat denk ik ook. Dan kunnen ze nieuwe prikken verkopen. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, als die boosters op de markt zijn, dan kunnen ze inderdaad weer... Ja. Dan worden de regels waarschijnlijk weer aangepast, want dan valt er weer wat te verkopen. Juist. Ja. Ja. Daar draait het allemaal om. Ivo... Mensen, ik ga er door. Ja. Wat moet ik overzetten, Johan? Niks meer. Alles, Peter is nou de draker. Je hebt de hosting overgenomen. Ja, Peter is de host. Ja. Ja, helemaal goed. Succes, Peter. Ja. Mocht je dat ik er ook vroeg uit moet, hoor. Fijne avond. Mocht je eruit stappen, okay. Peter, dan... dankjewel, Rick. Hoi. Mocht je eruit stappen, Peter, dan moet je het even zeggen. Dan zet ik iemand anders erop. Ja, nou ja, goed, ja, daar hebben we Hans Teeuwen nog. Die heeft scheid aan die hele coronapas. Die gebruikt zelfs het F-woord. Om zijn ongenoegen duidelijk te maken. Heel goed. Ja, het is wel, mooi dat iemand dat durft. Want dat gaat natuurlijk gaat het leven moeilijk maken. Maar hij is ook al gestopt. Ik heb kennelijk het gevoel van... kan ik me voorloven. Hij is ook al gestopt met optreden. Dus, hij zou aan een nieuwe show beginnen. En dat doet hij nou niet. Want hij wil niet die coronapas bij de ingang hebben. Ja, dat is mooi dat zulke mensen in verzet komen. Nou, wat ik mooi vind aan Tiwe is dat hij hoort echt bij die club van die heel erg gelooft... in corona en ook in die vaccinaties. Hij ziet het en hij zegt het ook van... die vaccinaties zijn de weg uit deze ellende. Dus hij hoort echt bij dat kamp. Maar hij vindt die QR-maatschappij, dat vindt hij verwerpelijk. Ja. En het is wel mooi dat je dus ook mensen in dat kamp hebt... Die er niet in meegaan. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Dus dat je niet... Mm-hmm. Alleen maar mensen zeggen van, weet je wel, van nou ja, die griepprik die wil ik niet en dit soort dat. Maar hij hoort echt bij die club die het allemaal als vrij ernstig ziet en die ook heel erg gelooft in die vaccinaties. En dat is mooi dat hij zich toch verzet. Ja, zijn vriendin die heeft corona gehad, een long covid zelfs. Ja.
Maar goed, er wordt ook wel eens gesuggereerd dat hij überhaupt geen goed showmateriaal had. En dus dit maar even doet als aflevering. Ja, en dat heeft hij ook weer weerlegd, hè? Dat heeft hij ook weer weerlegd. Ja, dat kun je meer leggen. Met een hele goede grap. Ja, ja, ja. Dus. Mm-hmm. Het zou kunnen. Ja, goed, ja. Dus, ja, leuk dat hij dat in ieder geval... mensen zijn die in ieder geval nog nadenken. Ja. Ja. Maar om de vaart erin te houden. De avondklok, daar gaan we meteen naartoe. Ja, totaal zinloos. Ja, dit gaat om de avondklok in... Even kijken. Roemenen. Avondklok niet gevaccineerde Roemenen. Ja. En ja. Even kijken hoor. Ja, ze gaan een avondklok voor ongevaccineerden doen in Roemenië. Dat is het punt. En wat ik dan leuk af... Corona, coronazorg in Duitsland, ja. Ja. Maar wat ik leuk vind aan die avondklok voor ongevaccineerden... is dat wij hadden een avondklok voor niet-hondenbezitters. Okay. Ja, dat was onze avondklok. De avondklok voor niet-hondenbezitters. En het is weer een nieuwe avondklok. Dus het is toch gewoon... zo krijg je toch andere groepen die... Die s'avonds ook een keertje buiten komen. Als je ongevaccineerd hondenbezitter bent, dan mag je niet meer naar buiten of zo. Nou, inderdaad. Als je ongevaccineerde mensen, die moeten een hond inderdaad dan... ik weet niet hoe ze die moeten laten schijten op het balkon, denk ik. Ja, of bij de gevaccineerde buren. Ja, of je krijgt gevaccineerde hondenuitlaatservices. Nee, dat daar geld in te verdienen valt. Gewoon, zeg maar. De market provider. Je kan je hond laten vaccineren. En dan die honden zijn vaak gevaccineerde hond geeft een soort shield. Ja. Ja, maar goed, die hond die mag wel naar buiten, want die zijn vaker gevaccineerd. Maar hij mag niet uitgelaten worden door een ongevaccineerde, dan denk ik. Denk het ook, ja hoor. Dus, maar het is wel leuk dat ze elke keer een andere groep pakken. Dus ik ben heel benieuwd voor de volgende avondklok weer. Ja, het blijft natuurlijk heel vreemd dat er nou algemeen bekend is dat gevaccineerden kunnen ziek worden, kunnen overlijden, kunnen het doorgeven aan anderen. Alleen ze zouden zich dan wat minder ziek voelen als ze besmet zijn. Dus eigenlijk is het de gevaarlijkste groep. En die mogen nou overal naartoe om het lekker te verspreiden. Mensen met natuurlijke immuniteit, die 13 keer beter is, die moeten dan thuis blijven zitten. Ja. Ik zag ook een hele leuke tweet voorbij komen. Dat was van we zijn allemaal met naar een feestje geweest en dat was leuk. En er was een Truusje, die was gevaccineerd, maar die was toch heel ziek en die had zich laten testen. En die was toch positief. Maar gelukkig had ze de QR-code, dus we zijn lekker met z'n allen op stap geweest. Er was ook zo'n meisje, Twan postte. En die werd geïnterviewd door Bonet of zo. Dus je bent tegen die, of je vindt dat maar niks, dat vaccin. Ja, want ik heb al gehoord dat je er onvruchtbaar van kan worden en zo. Maar oké, dus je bent niet ingeënt. Ja, ik ben wel ingeënt, want anders kom je in de McDonald's niet in. Dat is dan een van de meisjes van 17 of zo. Die de afweging maakt, onvruchtbaar of niet meer de McDonald's in kunnen. Dan maar onvruchtbaar. Het is ook wel leuk dat je moet getest zijn op gezondheid om McDonald's te kunnen eten. Ja. Een mooie inderdaad. Het is natuurlijk, je moet eerst gezond zijn om ongezond te kunnen worden. Niet. Dus je moet eerst bewezen fit zijn om die Big Mac McDonald's te kunnen overleven. Maar in hetzelfde artikel waren ook nog zorgen in Duitsland, stond erbij. In Rusland, ja, er zijn overal weer zorgen. Oh, en de cijfers lopen op, hè? Cijfers lopen op. Hey, weet je al, de cijfers lopen op, hè? Cases, het gaat omhoog, hè? Loopt weer op. Loopt op. Ja, het gaat weer omhoog, hoor. Er gewoon meer binnen. Oh, wacht even, dat is te simpel. Sorry. Ja, het is herfstvakantie geweest, dus iedereen die gaat dan vakantie en laat een testje doen. Nou, dat vind ik ook. Dus met die
met die jurisdicties. Moskou, ik dacht eigenlijk dat Rusland wel redelijk relaxed was. En nou hebben ze in Moskou een lockdown tot februari of zo. Mogen mensen echt hun huis niet meer uit. Volgens mij ga je dan een heleboel blijken vinden aan het eind. Ja, mensen gaan dan ook gewoon naar een huisje buiten de stad vooral. Daar gewoon verder te leven. Ja, als je die hebt, ja. Ja, maar veel mensen hebben die, maar niet iedereen inderdaad. Ja. Ja. Ik had hier nog een ander artikel, die stond wat later in de lijst, maar die had ik eigenlijk hierachter moeten plaatsen. Even kijken hoor, want het gaat even een beetje idee te geven hoe het internationaal eraan toe gaat. Alle ongevaccineerden in lockdown thuis. Oostenrijk zet 1. Even kijken hoor, een gevoelig debat op scherp. Posten morgen. Ja, iemand is druk aan het typen. Oh, sorry. Ja, welk bericht heb je het nou over? Ik snap het niet. Ja, die staat nummer 9. Die staat wat later. Die had ik eigenlijk hierachter moeten zetten. Ik had hem op de verkeerde plek gezet. Oh ja, alle ongevaccineerden in lockdown thuis. Oostenrijk zet een gevoelig debat op scherp. Ja, het is... Het doet steeds meer denken aan de twee klassen maatschappijen. En de tegenwerping daartegen is van ja, maar kijk, Jood zijn, daar kon je niet vanaf komen. Je bent nou eenmaal Jood. Maar gevaccineerd zijn, ja, ongevaccineerd kan je vanaf komen. Dus een keuze. Hmm. Een keuze. Maar ja, dat is natuurlijk onzin als ze zeggen, ja, iedereen zijn linkerhand moet afgehakt worden. Maar je hebt ongeveer in Nederland, ik geloof dat 400.000 mensen waren die sowieso geen vaccin mochten nemen. Vanwege een dokter, vanwege andere ziektes die ze hebben. Dus vanwege hun bloed of iets anders. Werd afgeraden om een vaccin te nemen. Restaurant wel op hun buik schrijven. Ja, want dat is, daar zijn er bijna 500.000 van in Nederland. Ja. Ja. Ja, dan is de keuze dat je geen zelfmoord pleegt, zeg maar. Ja. Of, blijft een keuze, ja. Veel libertariërs zeggen dat. Of sommige libertariërs zeggen dat ook wel eens van, ja, maar het blijft altijd een keuze. Dus ook als iemand een pistool op je hoofd zet en de helft van je inkomen vraagt, je kan nog steeds nee zeggen. Ja. Ja. Dus het is vrijwillig. Het is een keuze. Maar het idee is natuurlijk dat die keuze de gedachtegang van de kiezer respecteert. Dat is een beetje het idee dat hij maakt een afweging en hij zegt, ja, ik teken dit contract wel of ik teken dit contract niet. Want ik heb het idee dat dit het beste voor mij is of niet. Mm-hmm. En die keuze wordt gewoon overruled als je gaat zeggen van... ja, als je een restaurant in wil, dan moet je per se anaal gepenetreerd worden of zo. Ja, als je het niet wil, ja, keuzes hebben nou eenmaal consequenties. Ja, maar ik vind ook die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, dan hebben ze het alleen maar puur over Joden. Maar ook politieke andersdenkenden in de nazi-tijd werden gewoon vermoord. Communisten. En dan zou je ook kunnen zeggen van ja, dat is een keuze, want je kan toch gewoon nazi worden? Je kan toch gewoon, ja. Je kan niet zo lullig, word gewoon nazi. Ja, precies, zo'n keuze. Ja, je was een liberaal. Ja. Ja, dan word je vermoord. Ja, dat is je eigen keuze is dat. In Spanje was dat ook zo bij de Inquisitie. Die Joden die kregen een keuze in principe. Van ja, je moet je geloof afsferen of je gaat eraan. Nou ja. Kan je zeggen, is een keuze heel makkelijk te doen. Voor mij zou dat heel makkelijk zijn. Oké, wat voor geloof wil je dat ik aanhang? Best, doei. Zou daar zich geen... dat zou de meest makkelijke keuze zijn. Vergeleken bij, je moet je laten inspuiten met iets. Dat vind ik een veel vervelender keuze. Ja, en wat je ook nog hebt, is van in 1933, als je Jood was, je was net was slim genoeg en je was op tijd weg, zoals Einstein of Ludwig von Mises, dan kon je nog naar een ander land, hè? De Noord- en Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, maar waar gaan we nu, hè? Waar ga je nu heen als je zegt, ik wil ontkomen aan een Spanje vaccinatie. Heb ik gehoord, Galicië. Ja, Spanje, ja. waar je net zo lang een mondkapje op moet hebben tot er geen verkoudheidsvirussen meer bestaan. Op het strand ook, hè? Je zag mensen in de zee zwemmen met een mondkapje. Ja, dat zit ook in die videoclip van mij van lockdown. Dat is een dame die moest in quarantaine. En die was niet ziek. En die dacht, weet je wat, ik ga op de zee surfen.
En die werd ingerekend. Ja. En die werd door die. Je ziet dan echt mannen in maanpakken. Ja. En dan is ze echt geboeid. En rond die tijd had je ook zo'nzelfde verhaal in Californië. Er was een gozer die ging ook surfen. Op de oceaan. De Stille Oceaan heet dat, hè? En die werd achterna gezeten, serieus, door twee politieboten. Mm-hmm. Omdat hij zich niet hield op de Stille Oceaan. Aan de social distancing rules. Dat is echt waar. Er zijn beelden van. Ja. Maar ja, dit vind ik ook allemaal typisch nazi dingen. Dat zijn allemaal van regels zijn regels. En het zijn regels om de regels. En enorm veel staatsgeweld. Om ze na te leven. Helemaal zonder na te denken. Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Niet alleen nazi's. Maar ook met Stalin en Mao. En al die totalitaire regimes. Ja, is dat eigenlijk gebeurd? Ik heb hetzelfde idee. Ik wil nog even over de verder. Iets anders. Hoe noem je dat? De consequenties in de verre toekomst. Want ja, dit gaat op een gegeven moment voorbij. En ik schoot me even iets te binnen van in de jaren 80 hadden we. Had je zo'n politicus die. Die kwam in de problemen omdat hij in de Tweede Wereldoorlog. Had hij zich aangemeld voor de. Voor de Hitlerjugend of zo. En in ieder geval, ja, hij vertelde zelf toen in een talkshow toen. Volgens mij was het bij Adriaan van Dis of iets dergelijks. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. En toen legde hij die uit van, nee, ja, ik heb een aanvraag gedaan om, om lid te worden. En ik ben nooit lid geweest. Dus, maar toch daarom moest hij aftreden. Dat was het die CDA, hè? Ja, zo'n CDA was dat, ja. Ja, Aantjes. Maar je moest dat verplicht doen om ergens onderuit te komen. En dat was een route die heel veel mensen namen om daar onderuit te komen. Dan deed je aanvraag voor de Hitlerjugend. En als je dan eenmaal lid moest worden, dan tekende je niet. Dan zei je, ik heb geen zin of weet ik veel. En dan ging je gewoon weg. Maar in ieder geval. Wat had je daar dan voor voordeel van? Nou, dan stond je geregistreerd. En ze zijn er dus jaren later ook achtergekomen van. Hij was wel geregistreerd dat hij een aanvraag had gedaan. Maar hij is dus nooit daadwerkelijk lid geweest. Mm. En dat was een escape route. Volgens mij was het om uit de dienstplicht te komen. Dat was het, geloof ik. Ja. Ik denk dat heel veel libertariërs ook best te vangen zijn. Ja. Maar jaren later kun je dus nog voor, heeft nog consequenties. En ook met dit soort dingen denk ik. Ik bedoel, over een tijdje is dit voorbij. Maar er zijn de mensen met ongevaccineerd zaad, die zijn gewoon, hoe noem je dat? De nieuwe soldaten van Oranje. Ja, de nieuwe verzetshelden. De Hannies Grafte van... Dat zijn de bitcoin holders, zeg maar, van nu. Ja. Kunnen dus hun zaad verkopen. Oh man. Dan ruk je rijk. Ik ken de business die ik aanvoel komen. Dat is gigantisch. Ja, je zaad... Mijn pensioen is mijn exit. Dit is de exit strategie van de vrije radio podcast. Ik zeg gewoon niet bij dat ik onvruchtbaar ben. Ja. Nee, maar goed, ja, het kan allemaal ook wel anders lopen. Ik heb per ongeluk alles in de verkeerde volgorde gegooid, denk ik. Want ik heb een beetje haast. Mijn vrouw zat te roepen dat we moesten eten. Even kijken hoor. Ik moet het even in andere volgorde doen. Even kijken, waar waren we? Als we het toch over ongevaccineerden hebben, dan kan je met Ab Oosterhuis verder gaan. Ja, alle ongevaccineerden op eiland zou ideaal zijn. Ja, daarna komt Spanje, ja. Hoe dat, ja. Ab Oosterhuis, die heeft weer wat lopen mekkeren. Alle ongevaccineerden op een eiland. Madagaskar. Die man die de fles drank opentrok toen de Mexicaanse griep uitbrak. Omdat de kassa ging rinkelen. Man die er alleen maar financieel beter van wordt. Dit. Ja, ik vind het wel taboe doorbrekend, want ik kan me nog voorstellen dat als je 2,5 jaar geleden zoiets zei, dat je voor deportatie was van een paar miljoen landgenoten, dan hadden ze de mestdagkliniek gebeld en nu ben je een expert. Mm-hmm. Dus ja, het is nu bonton.
iemand er een discussie mee beëindigde. Van, het was daar iemand die zei ook van, die zei zoiets van deporteren. En toen ik geloof dat het met Thierry Baudet was of zo. Die zei toen van, Madagaskar misschien of zo. En dat was eigenlijk zo'n dropping mic moment van, nou heb ik je. Want dit is het Hitlerplan, zeg maar. Maar die Appo's trouwens, die heeft zoiets van, ja, dat is eigenlijk best een goed idee, ja. Ja, een ideale situatie noemde hij het zelfs. Ja, ideale situatie, ja. Ja. En wat natuurlijk gebeurde in Duitsland was dat ze hadden eerst het plan om alle Joden op een eiland te zetten. Madagaskar. En dat op een gegeven moment leek dat gewoon niet haalbaar te zijn. Ja, dan maar naar een kamp toe. En die stap die wordt dan ook heel klein. Want dit is natuurlijk ook niet haalbaar om al die Nederlanders naar een eiland te verhuizen. Mm. En dan kan best dat de volgende stap dan is van, ja, dan moeten we ze maar in een kamp zetten. En tot welk moment mag je de vergelijking dan niet maken? Hè? Want dat is nog steeds taboe. Voor die vergelijking, dat is echt ongepast. Hè? Maar ja, dan zitten we straks allemaal in een kamp. Er zijn nog steeds geen 6 miljoen mensen om het leven gekomen, dus mag je de vergelijking nog steeds niet maken. Nou, ze hadden al die hebben ze gemaakt in het UMZG in Groningen, hebben ze een deel van het ziekenhuis, hebben ze een afgrendelbare quarantaineafdeling gemaakt. Dat was vrij snel aan, dat heeft ook in de Staatscourant gestaan en dat was voor vermoedelijke zieken. En dat beschouw ik toch als politieke gevangenen, want ja, vermoedelijk ziek, en die sluit je dan op. Dat lijkt mij dat je dan mensen die zich niet goed aan de regeltjes willen houden, dat je die op een gegeven moment dan opsluit. Dat is ook wel gebeurd. In Spanje is dat bijvoorbeeld al gebeurd, maar in Nederland hebben we ook een vrouw die hield zich niet aan de 1,5 meter regel. Dat was volgens mij een dakloze in Eindhoven. Die hebben ze 3 weken opgesloten. Dus het is, we hebben in ieder geval wel zo'n afgrendbare faciliteit om mensen op te sluiten. Maar ja, goed. De noodwet is er. Dus de noodwet, maar 1,8 miljoen mensen kun je daar niet in kwijt. En ik denk dan, als je dan een eiland kiest, wat ik zou doen, als ik dan op Oosterhout, als ik probeer even in zijn hoofd te kijken, dan zou ik kiezen voor Rotterdam-Oog of Rotterdam-Plaat, want die stromen af en toe over. En het is ook zo dat al die wappies, die vang je niet tegelijkertijd. Want die zijn strontuigenwijs, je weet wel, die houden zich niet in regels, ze zijn complotdenkers. Ja, dus je hebt ze nooit allemaal tegelijk. Dus als je inderdaad Rotterdam-Oog, Rotterdam-Plaat, dat strandt dan af en toe over. En dan kun je er weer nieuwe wappies heen brengen. Ik denk dat het dan wel haalbaar is. Of je koopt gewoon Liberland van Kroatië. Maar eigenlijk van van Servië, die vindt het wel goed. Ja, die vindt het wel goed, maar Kroatië wil er niet aan. Ja, maar als het eenmaal privaat bezit is. Het punt is denk ik uiteindelijk toch wel om ze om het leven te brengen. Dat is, je wil er vanaf. En naar een eiland is gewoon een zacht idee om er vanaf te komen. Dat is gewoon van, nou ja, dit is nu nog, het gaat wat ver, maar het is nu nog te zeggen. Klinkt nog leuk. Eiland toen het het jodenvraagstuk was, is nu het ongevaccineerde vraagstuk. En de experts die worstelen met het ongevaccineerde vraagstuk. Van wat moet je daar nou mee met die mensen? Je moet er eigenlijk, wil je ze uit de samenleving weg hebben. En daar zit uiteindelijk een vernietiging achter. Ja, ik weet niet of het zover gaat komen, maar dat ja, is wel. Ja, maar zegt ze dat eiland is niet haalbaar. En dan komt het plan 2. Dat is gewoon, nou ja, stop ze dan maar in een kamp. Ja. En oh, er zit toevallig nog net genoeg aardgas in Groningen onder de grond om de rest op te lossen. Ja. Nou ja, dat lijkt me dan sterk dat ze het weer met gas gaan doen. Ik denk dat ze dan op een gegeven moment verplicht gaan inenten. Misschien is dat niet hun doel. Die mensen die kritisch zijn over vaccins, dat zijn mensen die kritisch denken. Dus dat is het probleem. Niet het feit dat ze gewoon zich niet laten vaccineren. Ja, ja. Het punt is dat de mensen, dit zijn mensen die er niet intrappen. Daar moeten ze vanaf. Maar een heerser die wil het liefst een hele volgzame samenleving. Ja. Ondanks dat de economie om zeep helpt. En dat kan je gewoon doen door te selecteren. Door ze te broeden. Mm-hmm. Zeg maar, je gaat gewoon met je onnatuurlijke selectie ga je gewoon zeggen. Ja, alleen de meest compliant mensen die laten we leven. En dat kan je met fretten ook doen. Die zijn er vrij agressief. Maar als je gewoon de liefste fretten neemt. Of de minst agressieve fretten. En de rest doodmaakt. En die doorbroedt. En dan weer. En dat herhaal je 30 keer. Dan heb je hele lieve fret aan het eind. En dat kan je met mensen ook doen.
Nou, wat me wel opvalt is dat ik heb in 2 dagen tijd heb ik allemaal berichten gelezen vanuit verschillende hoeken die allemaal vrij heftig en geradicaliseerd zijn richting ongevaccineerden. Zoals een bericht, volgens mij was het AD, ik weet niet helemaal, maar het was dan gevaccineerden zijn het zat. Ze krijgen de schurft van gevaccineerden. Dus niet alleen corona, maar je kunt ook schurft nu. maar ook die Johan Derksen die dan in de stal zit van John de Mol, die geld van Bill en Melinda Gates krijgt, by the way. Maar die had gezegd van, gevaccineerden gaan het land naar de afgrond brengen. En ze zijn een gevaar voor de samenleving. Ongevaccineerd. Ongevaccineerd, ja, sorry. En dat is dan een voetbalprogramma, weet je wel. Zoals dat blijft dan niet gevrijwaard van haatzaaien, hoe noem je dat? Het is, het is wel opmerkelijk dat het van alle kanten komt, weet je wel. Het is, het is een enorme haatzaaien, inderdaad heel bedreigend. En dan als er iemand in een protest met een galgen rondloopt, dan is het de wereld te klein. Want kijk eens, oh vreselijk, ze willen geweld en... Dat is de hele tijd het spel dat gespeeld wordt natuurlijk. Een enorme berg geweld en haat zaaien. En dan als er wel tegenreactie komt. Dan zeg, oh nee, vreselijk geweld. Abdi vindt trouwens dat het lastig aan het maken van de samenleving met gevaccineerden en ongevaccineerden is volgens Oosterhout het feit dat je aan je neus van mensen niet kunt zien of ze gevaccineerd zijn. Er is geen systeem om wat te volgen. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ja. Dus, maar daar heb je toch de QR-code voor. Ja, precies. En ik weet niet of het chipbericht nog voorbij komt, maar... Nee. die had ik vrij laat... Nee, dat was die ook een... dat was weer een jammer. Dat was een leuke poll, want ze doen altijd een leuke poll. Ze doen een onderzoek of mensen het tof vinden. En mensen vinden het altijd heel tof. Ik weet niet waarom. Maar het idee was dan, mensen gaan chippen. En het voordeel daarvan was, was dan vooral dat je je sleutels nooit meer kwijt was. En dat, dat vonden mensen dus dan toch wel een goed idee om dan maar chip te zijn. Ja, het punt alleen met het chip, zover de technologie nu is, niet iedereen kan daar om gezondheidsredenen zo'n chip krijgen. Er zijn mensen die het automatisch, waarvan het lichaam het automatisch afstoten. Het goede punt. Ja, maar goed, die brengen naar een eiland. Dat gaan dan naar een enorm chips tekort is. Dus, ja, dat ook nog. Ja, dat ook. Ja. Maar in ieder geval helpt het allemaal, die coronapas. Dat is het volgende bericht. Spanje, die de boetes. Ik ga iets te snel door. Spanje, helpen al die boetes. Want hier lees ik de Spanje, die betaalt al de boetes terug van de lockdown. Kennelijk was een wetje nog niet in orde of zo. Nee. Maar die had ik ingebracht, maar ik heb er ook even over nagedacht. Weet je wat het punt is? Het klinkt allemaal superleuk, die boetes worden terugbetaald, maar het effect, dus het schadelijke effect is al lang geweest. Want je hebt mensen die dus hun zaak toch maar dicht hebben geflikkerd na 1 zo'n boete, of die hun buurman een boete hebben zien krijgen en dan hun zaak hebben dichtgeflikkerd. Dus er is al een enorme schade ontstaan door die repressie van die boetes. En het is maar een heel klein voortje en het doet niks af aan de ellende die de overheid heeft veroorzaakt met die terreur. Dus het klinkt leuk. Het is trouwens wel zo van, kennelijk zijn er dan nog niet welwillende rechters in Spanje. Dat maak je in Nederland al niet eens meer mee, dit. Dus ja, dat zou je dan nog als positief kunnen zien. Ja, met z'n allen naar Spanje gaan. De subkop is ook wel mooi. De Spaanse regering heeft vrijdag topdracht gegeven aan diverse instanties om de betaalde boetes die tijdens de eerste noodtoestand of lockdown tussen 14 maart en 21 juni 2020 werden gegeven aan ongehoorzame inwoners van het land terug te betalen. Ja. Dat is waar, die ongehoorzame inwoners hadden dus gelijk. Ja, die zaten aan de goede kant. Ja, dat is ook wel een goed signaal naar al die mensen die principieel zijn. En zeggen, ja, fuck you, ik hou voet bij stuk. Ja, die krijgen nu alles gewoon weer terugbetaald, weet je wel. Ja, maar ik denk dat het wel klopt inderdaad. Dat de economische schade is al gedaan. Ja, er zijn een hoop die belt heel snel bij neerleggen. Maar dit is een les. Weet je wel, leg je beltje er niet bij neer.
Nee, oké, maar je krijgt eerst een boete en de tweede boete is weer hoger. En dan ja, maar zo'n test om te laten zien hoe sterk je bent. En het punt is, van ja, laat zien dat je sterk bent. Buig niet, gewoon niet. Ja. Nee, oké, maar je verliest toch, gewoon, denk ik. Je krijgt die boete terug. Als heel veel mensen, zoiets hebben van, oké, ik buig gewoon niet. Ja. Nee, oké, dat is waar. Als iedereen, precies. Ja, dat, maar goed. Dat zijn maar we hebben de overheid veel beter georganiseerd dan de tegenstanders. Ja, ik denk zelfs zo, het probleem is niet de overheid. Het probleem is dat mensen buigen. Ja, dat is altijd. Maar je hebt altijd mensen die buigen. En dat is het probleem. En ik denk dat het een hele grote club is. Ja, ja, ja. Want de overheid is slim om alles in stapjes te doen. Mm-hmm. En elk stapje is te klein voor één massale opstand. Ja, ja, ja. En ze doen het ook dan, ze pakken eerst even de boeren. En je zag op een gegeven moment ook dat ze de boeren met rust lieten. Dat ze de stikstofregels terug. Toen er heel veel demonstraties kwamen, of die werden wat groter. Uh-huh. Hè, van de wappies. Er kwamen wat meer wappies. Toen gingen ze in één keer die boeren, die gingen ze wat lucht geven. En die gingen die stikstofregels, die gingen er een beetje af. En toen waren de boeren weer even koest. Dus ze zijn heel slim om niet gelijk iedereen tegelijkertijd boos te hebben. Snap je? Op één moment. Mm. Oh, dat is een interessante manier om naar te kijken. Ja. Ja, het gedrag van een misbruiker, een abusive husband, die doet dat ook. Niet de hele tijd gewoon erop op inslaan, maar af en toe een bosje bloemen meenemen. Dus occasional indulgences heet het dan. Dus dan heeft het slachtoffer toch weer iets om zichzelf wijs te maken van, nou, het is zo slecht nog niet. Of er zit toch een goede kant aan, of anders. Als je dit water gelijk aan de kook brengt, dan springt die kikker eruit. Dus je moet Maar als je die vergelijking wil maken, Peter, dan zou je beter kunnen zeggen van oké, dan sla je je vrouw, maar niet je drie kinderen. Dan kies je eerst één of twee kinderen en daarna weer even je vrouw en laat je kinderen weer met lust. Ja. Dat is wat zij doen. Dat ze allemaal even... Dat ze allemaal gewoon drie boze kinderen even op adem komen. En snap je? Dus dat is het meer. Ja. Maar we gaan nog even verder. Hier blijkt dus uit een gelekte overheidsdocumenten van Groot-Brittannië. Vaccinatiepaspoorten kunnen COVID-verspreiding veroorzaken. Ja, dat is gebleken uit uit gelekte documenten. Ja, en dat is wel raar, hè, dat ze daar dus inderdaad mee doorgaan. Wat willen ze dan? En het doet je denken dat ze inderdaad... Ja, als je gezegd gevaccineerden, die kunnen nog steeds het virus dragen en verspreiden. Maar die mogen wel overal met elkaar samenkomen. Ja, wat is dan het plan erachter? Het plan is in ieder geval niet het uitroeien van het virus of zo. Of het lijkt wel of ze gewoon willen dat er nieuwere varianten komen. Want dat krijg je natuurlijk, dat de enige variant die dat overleeft, die valt buiten het spectrum van dat vaccin. Mm-hmm. En dan moet je daar weer een vaccin tegen maken. En het is bekend met verkoudheidsvaccins en griepvaccins. Ja, die muteren gewoon te veel. Dat ga je niet lukken. Ja. En eigenlijk is dat ideaal voor ze, als ze heel veel willen verkopen. Maar ja, hier is dus uit een UK government document gebruiken dat. Ook dat was dit hetzelfde document waarin stond dat er meer gevaccineerden ziek werden dan ongevaccineerden. Ja, zo scheen erin te staan, maar. Statistics, publishing in graphs on vaccine efficacy that it knows to be untrue, leading scientists have said. De leading scientists zijn dan mensen die dat betaald worden om dat te ontkrachten. Om hun reputatie aan de wil te hangen. Maar er staat eigenlijk te weinig in dit artikel voor de paywall om te kunnen zien wat er nou precies, waar het precies om gaat. Ik heb nog geen paywall, maar ik heb... even kijken hoor. Oh god, dan moet ik hem weer even erbij halen. Wat ik uit mijn hoofd weet is dat er erin stond dat er
Nou ja, wat je net zei eigenlijk. Ja. Dus ja, inderdaad. Ja, goed. Ja, het is wat je net zei, dat stond erin, volgens mij. Ja. Maar ik had een soort gelijk iets. Dit komt dan van de Times, maar dan de UK-versie van de Times. Even kijken hoor. Dat gaat dus over dat. Ja, zij vinden het irritant dat de. Daar komt het even in het kort door de bocht op neer. Dat de Britse overheid te veel transparantie heeft, waardoor mensen dus inzage kunnen hebben in de data over de vaccinatieprogramma. En dat zou te veel leiden tot conspiratietheorieën. Dus de conclusie is eigenlijk, jullie moeten minder transparant zijn. Oh, hier zit het wel op de NRP wel, die had ik net niet. Eerder had ik die niet. Maar die heb ik nu wel. Nu heb ik wel een paywall. Dat is eigenlijk gewoon duidelijk zeggen, de data werkt niet in ons voordeel. Maar het werkelijke probleem is dus dat de complotdenkers gelijk krijgen. Ja. En dat is het grote probleem. Nou, het punt is, hun dus vinden dat je die data anders moet interpreteren. Anders interpreteren, dat is net zoiets als die waarschuwingen op Facebook, dat er context is missing. Het is niet onjuist, maar de context is missing. Ja, ja, ja. Ja, goed. Dat hoorde ik ook al over het martelen van puppies. Zei iemand ook van Nicholas Sarwark van de LP, die voormalig LP-hoofd. Zei ja, maar de context mist. Dat denk ik altijd. In welke context is het martelen van puppies heel geloofwaardig? Of, hij verdedigt dat toch niet, neem ik aan? Hij verdedigt dat, bedoelt Sinus. Ja. Hij verdedigt de Fauci. Hé? Sarwark. Serieus? Ja, ja. Is hij opgeschoven? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, goed. Ja, goed. Ja, nou, daar gaan we sowieso zo meteen nog over hebben. Maar Sarwark was altijd een beetje een enfant terrible. Die hebben ze met moeite eruit kunnen wippen. Oké. Dan ben ik het nou weer zelf niet meer waar ik was. Even kijken hoor. Van het volgende bericht. Hier zijn we nummer 12. Ja. De hets tegen ongevaccineerden, ja, er komt geen einde aan. We hebben nog het berichtje over Staphorst nog niet gehad, maar die zit er ook niet bij trouwens. Maar ongevaccineerde acteurs, ja. Dat is, die kunnen voor problemen zorgen hoor, op de set. Kunnen Hollywood-producenten een hoop geld kosten? Ja, vooral bij de kustscenes. Dat degene die Hollywood-producenten hoop geld kosten zijn lead actors die mensen van de set doodschieten met een wapen. Ja, ja, ja. Ik denk dat een hele hoop geld kost. Wat was de PCR-test van die doodgeschoten vrouw, van die cameravrouw was het toch? Ja. Was die positief? Want dan zou het nog een COVID-19 zijn. Ja, dat was zelfverdediging. Ja. Ah, die Baldwin, die ongetwijfeld dat ze allemaal een face mask komen. Dat zal wel heel goed geregeld zijn allemaal. De veiligheid was natuurlijk nummer 1 daar. Ja, maar die Baldwin, die was toch een fanatiek anti-Second Amendment. Anti-gun. En ik zag al memes voorbij komen dat Eric Baldwin had meer mensen doodgeschoten of was verantwoordelijk voor meer moorden dan 99,99% van de gun-owners. Ja, ja, hoorde een ongelukje toch? Die iemand had echte wapens geleverd in plaats van de gebruikelijke. Nee, het zijn allemaal echte wapens. Maar echte kogels ook. Er zijn geen vlotters in. En nou blijkt dat er een heleboel echte munitie op de set aanwezig was. Oké. Dus het is nog niet helemaal duidelijk. Maar ja. Het verhaal is ook. Hij heeft dan de camera regisseuse. Of de camera dame doodgeschoten. En de regisseur verwond. Maar. Vroeg ik me af. Hoe werkt dat? Nou, je hebt een
pistool en dan schiet je er iemand dood. En dan merk je dat geen losse vlodder was. En dan schiet je daarna ook nog. Dan denk je van. Well, dat is wel vreemd. Dit leek net een echte kogel. Laat ik nog eens even op de director schieten ook. Of op de regisseur. En dan nog even in de loop kijken maar of daar schijnt... al ligt. Ja, die viel ook dood neer. Laat ik dan nog eens een paar. Lijkt wel of er iets mis is met dit pistool. Maar de vraag is, waar zijn die losse vlodders dan? Of had dan het leger in Afghanistan dan per ongeluk die losse vlodders? Dat ze daarom verloren hebben. Maar het verhaal ging overigens dat het één en dezelfde kogel was die de dame doodschoot en de regisseur. Ja. Dus waarschijnlijk dat de regisseur zich verschool achter de cameradame. Dat hij nog een stukje kogel heeft meegepakt. Ja, dat is de les 1 van de voor regisseurs bij zo'n shooting scène. Dat je altijd achter je camera mensen moet staan. Ja, goed, het is in ieder geval triest dat het gebeurd is. Ja, zeker triest. Maar ja, het is... Ik denk niet dat hij het opzettelijk gedaan heeft, maar... Nee. Er gingen wel weer allerlei verhalen rond dat de man van die regisseuse, die werkte voor Clinton. Een advocatenkantoor dat voor Clinton werkt. Oké, die moest dood. Ik weet niet, het kan zo'n waarschuwing zijn. Het verhaal gaat ook de ronde over de eBay. De Uber-oprichter, geloof ik was het. Mm-hmm. Ja, Uber-oprichter. Die werd gevraagd, ja, je moet alle gegevens van alle passagiers moet je aan ons doorgeven. Van de overheid. En hij vertikte dat. Mm-hmm. En hij bleef dat vertikken, om het te doen. En toen kwam opeens zijn moeder bij een heel raar ongeluk om het leven. En ik luister wel naar de Propaganda Report podcast. En die presentatrice zei, en toen ik dat hoorde, dacht ik gelijk van, hij heeft geen vrouw, anders was ze vrouw geweest. Mm-hmm. En hij had inderdaad geen vrouw, dus hadden ze, ja, volgens haar dan, zijn moeder maar omgelegd. Van hey. En toen, de dag daarna, trad hij ook af. Toen ging het om. Dus het is een soort signaalfunctie, gaat er vanuit. Maar als je partner neergelegd wordt. Mm-hmm. Maar ja, dit is natuurlijk allemaal conspiracy theorie. Kan er helemaal niks van bewijzen. Ja. Maar het houdt nog niet even op. Ja, nu gaan we een beetje naar Fauci toe. Begin even met de NIH. Dat is de National... Information of Health of zoiets, hè? Institute for Health. For Health, ja, dat was hem. Daar stond de I voor. Die geeft toe dat Fauci heeft gelogen over het financieren van experimenten met in Wuhan om die virus dodelijker te maken. Experimenten met winst van functie. Oh ja, dit zijn. Ik heb even met die was in het Engels. Ik had daar voor het gemak met gain of function experiment. Met Google Translate even in het Nederlands vertaald. Ja, gain of function in Wuhan. Ja. En ik had. Ja, dus de geschiedenis was dat in Wuhan hebben ze van die virussen gekweekt die steeds sterker en dodelijker werden. Mm-hmm. Dat werd gefund door de National Institute for Health. Mm-hmm. En Fauci, volgens Rand Paul al, die zei van, hey. Fauci heeft dus gelogen, hè, voor het congres. En toen zei Fauci, nee, ik heb helemaal niet gelogen, want hij begon een beetje over de definitie van wat dan gain of function was. En nou kwam er eigenlijk naar buiten dat een of andere eco-health of zo, organisatie, die had dat dan wel gefund. En die valt onder de National Institute for Health. En toen zei de Fauci van ja, maar ze hebben het nooit goed aan ons gerapporteerd. Dat is de reden eigenlijk. We hebben het, omdat zij dat niet rapporteerden wat ze aan het doen waren, daarom wisten wij dat niet. Een beetje de Rutte-verdediging, onwetendheid. En toen kwam die EcoHealth, die kwam weer terug met de opmerking van ja hoor, we hebben het toen en daar gerapporteerd en we hebben het daar gerapporteerd en daar gerapporteerd. Dus die twee organisaties die gooien elkaar, proberen elkaar een beetje voor de bus te gooien. Maar het is in ieder geval duidelijk dat we dat dus wel gefund hebben.
En ja, ze moeten nu nog even bepalen op wie ze de schuld kunnen afschuiven. Maar het lijkt wel inderdaad wel een beetje op alsof... alsof Fauci voor de bus gegooid gaat worden. Ja, zelf... ja, en het punt is ook een beetje... Ja, ja, en dan heb je ook nog die Pieter Daszak. Hè? Dat is ook een belangrijke figuur daarin. Die had dat zelf betaald. En toen dat eerste bericht uitkwam... Toen werd ook Zero Hedge werd van Twitter afgegooid om dat te melden, want dat was fake news. Want Pieter Daszak, die had in een paper geschreven dat het totaal onzin was. En toen later werd ontdekt van, ja, wie is die Pieter Daszak eigenlijk? Bleek dat hij het zelf gevund had, die Pieter Daszak. Dus hij zat eigenlijk zijn eigen straatje schoon te vegen. Oké. Okay. Dus dat is ook een beetje een persoon die, denk ik, misschien weg moet. Ja, maar dat is opvallend, want zelfs je vraagt je af van wie schrijft hierover. Nou, tenminste, normaal zou alle mainstream media in alle talen zwijgen. En nou heb ik dus een krantje gevonden dat voorheen heel lovend schreef over Fauci. Volgens mij waren hun ook degene die hem de most sexy man on earth noemde. Vanity Fair, ik weet niet of je wel eens van gehoord hebt. Ja. Volgens mij is dat een damesblad, hè? Ja. Ja. Maar die hebben nu een heel kritisch artikel over Fauci. Dus naar aanleiding van die uitlating van het NIH, National Institute of Health. Dus dat vond ik wel grappig. Dus ja, lees zelf maar. Ik heb hem in het lijstje staan. Kun je het nog even lezen? Bijna hetzelfde als dat andere artikel eigenlijk qua inhoud. Maar ja, als dit soort dingen in het nieuws komen, dan moet er natuurlijk wel voor afleiding gezorgd worden. En dit is mijn ik zet even nu mijn aluminium hoedje op. Het is een onzichtbaar hoedje. Dus je ziet hem niet. Want nu gaat alles in één keer over de puppies, hè? Ja. Ja, en ik denk dat dat afleiding is. Ja, dat lijkt me wel een hele slecht gekozen afleiding eigenlijk, want, daar maak je het toch behoorlijk veel erger mee, lijkt me. Ik denk dat mensen een hele emotionele reactie hebben op die puppies. Ja, maar goed, als je vanaf wat er is mee weg kan komen. Maar wat is het, het gaat erom wat het dan, want het is inderdaad heel gruwelijk, maar wat is het fijne voor de mensheid? Dat uit het onderzoek komt voor die marteling van die puppies. Dat zullen we vast nog wel een keer horen. Ja, daar is een paper over, kan je wel lezen wat ze daar... stel dat ze daar kanker mee uit de wereld helpen. Ja, dat is het niet natuurlijk, maar ik noem maar iets op. En dan kan je hebben dat mensen zeggen, nou oké, okay, ja. Nou, ja. Het was wel zo'n soort medicijntoestand, ja. Dat zat er wel, dat was wel die, maar het rare is, net zoals bij dat... gain of function research, dat was verboden in de VS. En wat ze dan gaan doen, dan gaan ze een Chinees instituut funden om dat voor hun te doen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van een verbod. En dat is eigenlijk hier ook mee. Dit was geloof ik in Tunesië. Ja, het eerste bericht was in ieder geval dat het in Tunesië gedaan was. Ja. En ja, dat martelen doen ze ook allemaal in in Guantanamo Bay. Spioneren mogen ze ook niet op hun eigen burgers met hun eigen wet, maar dat doen ze dan via Five Eyes, via buitenlandse inlichtingsdiensten. Dat is toch heel erg de trend daarin is van, we mogen eigenlijk iets niet doen. Nou weet je wat, dan vragen we toch een buitenlandse mogelijkheid om dat te doen, waar ze wat minder problemen hebben. Ja, maar goed, dat gain of function, daar zitten hele kwalijke zaken aan die voor niemand goed zijn. Omdat, ja, ik heb al patenten gezien op een of ander virus wat ze hadden ontwikkeld. En daar hadden ze dan gelijk de oplossing voor gevonden ook al. Een vaccin waar het patent dus op zat. Ja, maar dat is dus slecht voor iedereen. Want dan kan zo'n virus via een of ander lek of zo, dat kan dan over de wereld worden verspreid. Dat is... Denk ik dan misschien het idee erachter, weet ik niet. En dan, want het was een virus waar een mazelenvirus aan vast was gezet in ieder geval. En daar hadden ze een patent op de oplossing voor dat probleem wat ze zelf hadden gecreëerd in een lab dan. Maar daar zal denk ik iedereen tegen zijn, iedereen. Maar met die puppies, ja, ik weet niet. Stel dat je daar een... Ik kan het niet verzinnen hoor, maar... Ja,
Als ze daar een of andere ziekte mee kunnen genezen of iets. Staat het ook in het artikel waar het eigenlijk goed voor is? Ja, dat in dit artikel staat, maar ik heb wel iemand, dat was die Sarwark, die gaf deze link voor context. En daar stond dan in wat ze ermee proberen te bereiken. En, maar ik heb dat niet geklikt, want ik had er eigenlijk niet zo zin in om daar veel te veel details van te absorberen. Maar voor de duidelijkheid, je legt honden in, die zitten met een hoofd in een hokje met alleen maar zandvliegen, die hun helemaal hun hoofd opeten. En... Ja, nou, er zijn de stembanden doorgesneden, zodat je niet dat gebarken aan hoeft te horen, lijden. En dat, daar moet een medicijn uit voortkomen. Nou, mogen jullie raden welk medicijn dat is? Kijk, Fauci heeft natuurlijk al een geschiedenis met van die dingen met aids. Is dat ook zo? Met van die medicijnen die meer kwaad doen dan goed is doen. Met AZT. Dat is ook heel erg dubieus of dat niet meer het aids veroorzaakte dan oploste. Als businessmodel kan je daar wel wat voor zeggen. Ik geloof dat Pfizer nou al miljarden verdiend heeft aan het myocarditis middel. Dus ze geven eerst een vaccin, daar krijg je hartspierontsteking van en dan hebben ze daar een middel voor waar ze ook weer miljarden aan verdienen. Jezus, Mina, ja, godverdamme. Ik had er een verhaal over gehoord van hoe dat dan ontstaat. Want het schijnt dan als je zo'n vaccin, maar het kan ook bijvoorbeeld een tetanusprik zijn. Het kan gewoon iets heel anders zijn. Als dat in jouw bloedbaan komt, of het komt per ongeluk in jouw ader, en dat schijnt er heel vaak voor te komen, dan hecht het zich aan de eerstvolgende spier, en dat is dan je hartspier. En die herstelt zich veel minder snel, omdat die heeft nooit rust. Ja, of je gaat dood. Maar ik bedoel, een schouderspier die heeft op een gegeven moment een rustmoment. En dan herstelt die infectie zich. En ik kan me ook zo voorstellen dat dus er wordt zoveel geprikt. Dat zijn ook allemaal amateurs, neem ik voor gedeelte. En er was een onderzoekje in Duitsland dat 10% kwam in de ader terecht. Nou, dat is nogal wat, want dan heb je die risico's. En het schijnt ook bij jonge mannen en jonge kinderen, jongens, schijnt het eerder voor te komen, want die hebben een betere doorbloeding bij hun spieren. Dus ook al prik je in die spier, heb je meer kans dat het in de bloedbank terechtkomt en dan dat je die hartspierontsteking krijgt. Ja, en daar dat het bij Zweden gestopt is voor mensen onder de 30. Dat is gewoon al gestaakt. Want dan heb je bij mensen onder de 30, die gaan gewoon, geen enkel gezond mens onder de 30 gaat überhaupt dood aan griep. En die ga je dan volspuiten met iets wat een hartspier beschadigt. Ja, want en dan ook nog hebben zij een grotere kans vanwege die betere doorbloeding van die spieren. Als het al niet misgeprikt wordt en dan direct in het ader terechtkomt. En dus dat is ook een logische beslissing om dat te doen. Alleen wij gaan er gewoon vrolijk mee door. En in Amerika ook trouwens. Ja. Het ergste vond ik dat, want ik zag een filmpje voorbij komen van de NPO, was dat een fragment. Iets heel langs en dan had je een hele kort fragment alles van een interview met een of andere ambtenaar van een ministerie, een of andere hoger ambtenaar. En is dat doodleuk te vertellen van, ja, wij weten dat het schadelijk is voor kinderen en dat er dan meer kinderen doodgaan dan dat ze daadwerkelijk dood zouden gaan aan corona, zeg maar, COVID. Aan COVID. Ja. Maar toch, ja, dit is een beslissing die we nemen. Nou ja, een mooi eindpunt. Mooi dat eindpunt. Is een beslissing die wij nemen. Ja, ze zei iets, ja, en iets zetten, anders, maar het komt daarop neer. Kinderen ook onder druk, hè? Ja, die worden onder druk gezet. En we zetten die kinderen vreselijk onder druk. Dan kunnen de McDonald's niet meer in. Dan nemen ze dan die beslissing over. Ja, goed. En zo zijn die kinderen ook, want die gaan ook niet nadenken over zoiets. Want ja, zo'n hartspierontsteking, dat kan ook over 20 jaar kan dat een probleem opleveren. Maar 20 jaar, dat is een tijd die een kind van 16 helemaal niet overziet, of een 14-jarige. En ook trouwens een 13-jarige is helemaal niet bezig met zwanger worden of kinderen krijgen op dat moment. Is bezig met McDonald's? Ik denk gewoon, ik wil die fucking McDonald's in. Hamburger. Een nieuwe Happy Meal aanbieding. Je vraagt je ook inderdaad, als het nou op jonge leeftijd hartspieren gaat beschadigen, wat gebeurt als die mensen 60 worden?
Dat is ook een probleem, want Ron Paul had het daar ook over. En die is volgens mij arts ook, hè, Ron Paul? Gynaecoloog. Nou, en die zei van, het kan rustig zo zijn als jij op je 13, 14 een hartspierontsteking krijgt. En het kan ook een lichte hartspierontsteking zijn, dat je gewoon een paar weken voel je niet goed. En dan gaat het toch weer wat beter. En dan denk je er niet over na. Maar dat kan, als zo iemand 40 wordt, kan dat een probleem zijn dan. Had hij het over? Ik ben geen dokter, ik weet het niet. Maar, en hij zei, het is totale waanzin dat je gewoon mensen dus die nul kans hebben om te overlijden aan COVID. Om die met zo'n... dit gaat echt een schandaal worden over 30 jaar nog, dat we het erover hebben. Gewoon. Ja, maar over 30 jaar denk ik dat niemand meer hard kan maken dat het hier vanaf kwam. Want die Mexicaanse griep, daar zijn natuurlijk ook meer mensen bij om het leven gekomen dan er door de Mexicaanse griep om het leven zijn gekomen. Door het vaccin. En daar zijn ze toen gelijk mee gestopt. Maar ik heb niet het idee dat er nou van geleerd is of zo. Dat is echt, daar moet je mee uitkijken met die... En toen waren de bedrijven van de vaccinboeren waren toen nog verantwoordelijk. Hè? Die moesten toen nog rechtszaken voeren, geloof ik. Ja, ik geloof in Amerika ook al niet. In Amerika hebben ze dat heel snel gedongen, maar daar ben ik niet helemaal zeker. Maar... Nu is het in ieder geval keihard, inderdaad. Geen liability meer. Oh, nergens. Hoe zouden we dit in een libertarische samenleving oplossen? Liability en vrijwillig? Ja, dat sowieso. Maar stel, er komt daadwerkelijk een pandemie. Ja, als er een daadwerkelijke pandemie is, dan zullen mensen echt wel maatregelen nemen. Die zullen echt wel hun gedrag veranderen dan. Dat zag je nu al van toen het een beetje gehyped werd in Amerika. Toen, voordat er een verbod was op vliegen van de ene staat naar de andere, gingen mensen al veel minder vliegen. Uh-huh. Want mensen vonden het toch allemaal wel wat eng gewoon. Nou, dat is iets van, als ik het op een of andere manier kan regelen dat ik gewoon thuis kan blijven, dan doe ik dat. Dus toen mensen er nog in geloofden, waren mensen ook wel bezig met voor zichzelf verplichtingen. Isaac Newton, die woonde, dat was 1600 of zo, toen brak de pest uit. In, waar zat hij? Cambridge of Oxford of zo. En toen is hij gewoon een jaar naar het platteland gegaan. En iedereen ging gewoon weg uit die stad, want dat was een linkersoep. Je moest, je kan beter op het platteland zitten en verspreiden. Er was geen overheid die zei van, en nu allemaal naar het platteland toe. Er werd gewoon gezegd van, we hebben ontdekt dat er nogal wat mensen doodgaan. Misschien is het verstandiger om de zaken even dicht te gooien. En we zien jullie volgend jaar weer terug. Mm-hmm. En toen heeft hij een heleboel dolzinnig onderzoek gedaan. Dus het kan nog ergens goed voor zijn. Ja. Dus daar hoeft helemaal geen dwang aan te pas te komen. Ja, die verhalen hoor je ook uit Florence uit die tijd. Hè? De mensen uit de stad uit vlucht in het platteland gingen wonen. Ja, het is altijd apart dat het... Dat is bij het Romeinse Rijk toen dat uit elkaar viel, dat er eigenlijk een ziekte van statisme is, een enorme overheidstyrannie, dat mensen zich gaan verspreiden naar het platteland, uit elkaar gaan trekken. Maar ook dat als er een ziekte van virus is, dat mensen dat gaan doen. Ergens zitten wel bepaalde parallellen in, van er zitten mensen te veel op elkaar en dan gaat het mis. Dan gaat hun brein gaat fout en hun gezondheid gaat mis en dan moeten ze zich maar verspreiden weer. Soms, je had in die tijd dat ook gewoon bepaalde zaken waar ze zelf geen enkel flauw idee van hadden dat het zou kunnen werken, dat die uiteindelijk toch bleken te werken. Je had bijvoorbeeld die anti-paus in Avignon en die heeft toen wekenlang geleefd met allemaal vuur om zich heen. Maar daardoor kwamen die ratten en die parasieten die op die ratten zaten, die kwamen dus niet bij hem in de buurt. Of dat uiteindelijk de reden is geweest dat hij die pest heeft overleefd. Maar het is... zij hadden het dan over nog verkeerde lucht en zo. En dat vuur zou dat dan... Ze wisten niet waarom het werkte, maar het bleek wel te werken. Ja, want die hele bacteriëntoestand, dat is pas door Semmelweis onder woorden gebracht. Maar dat was lang na Newton. Maar kennelijk... hadden ze toen ook al bij Newton wel door van... je kan beter niet te dicht bij elkaar in de buurt zitten als dit soort dingen gebeuren. Ja. Gewoon een diepe zucht van Lucas. Het gevoel ontstaat vaak eerder dan de intellectuele uitleg. Ze hebben ook zo'n experimentje
dan heb je twee stapels kaarten waar je uit kaarten van moet trekken. En bij die ene verdien je af en toe eens wat en je verliest af en toe eens wat. En bij die andere verlies je af en toe een hele klap. En dan word je aan een aantal elektrodes gehangen. Mm-hmm. En dan zien ze dat jouw hartslag al na 5 kaarten of zo, of 10 kaarten omhoog gaat, als jij die van die slechte stapel gaat trekken. Dan later krijgen mensen er een zeggen ze, ik heb er een slecht gevoel bij. Dus eerst is het meetbaar met hartslag en zweet en zo. Dan krijgen ze er een slecht gevoel bij. En pas aan het eind kunnen ze uitleggen van ja, die ene stapel, daar verlies je heel veel aan. Dus de intellectuele realisatie komt pas helemaal aan het eind. Maar het gevoel is er al heel snel. En ik denk dat bij die virussen toestanden ook zo is. Dat ze bij Newton hadden zo'n gevoel van, oh jee, kunnen we beter een beetje bij elkaar uit de buurt blijven. Mm-hmm. Nou, zo is dat vaccin ook ontstaan. Hè? Want diegene die het vaccin heeft bedacht, die had een nanny. En die zei van, ja, ik ben helemaal niet bang voor pokken, want ik heb koeienpokken gehad. Mm. En mensen die koeienpokken hebben gehad, die krijgen geen pokken. Ja. En dus er zat verder geen intellectuele uitleg aan, maar dat triggerde hem om mensen preventief te gaan injecteren met koeienpokken. Ja. Mm-hmm. En daar komt ook het woord vaccin vandaan, want dat komt van vas, van koe. Oké. Okay. Ja, de Chinezen deden ook al, hè? Die hadden namelijk stukjes van de schurft of zo van iemand die al een ziekte had gehad. Dan schraapten ze eraf en dat bliezen ze bij iemand door hun neus. En die was dan ook immuun daarvoor. Nou, daarvoor deden ze, en dat deden alleen de rijken, de adel, dan namen ze een beetje vocht uit een bultje van de pokken. Mm-hmm. En dat werd geïnjecteerd. En dan hadden ze maar liefst 1 of 2% geloof ik kans dat ze doodgingen. Maar omdat in een pokkenepidemie was het percentage wat stierf was zo groot. Mm-hmm. Dat men dat een redelijk risico vond. Om dan toch nog 98% overlevingskans te hebben. En er waren eigenlijk de rijken en zo die dat deden. Maar toen ze dus met dat koeienpokkenvirus aankwamen. Mm-hmm. Dat was een hele veilige methode. Maar dan kun je ook nagaan, dat waren dus echt daadwerkelijk vreselijke ziektes die echt een death sentence waren, zeg maar. Ik sprak laatst met mijn tante en die vertelde dat zij aan de 2 oma's verloren had aan de Spaanse griep. Dus allebei de oma's verloren aan de Spaanse griep. Dat waren dus pas pandemieën. Ja, ze hebben het over 5% van de wereldbevolking ging dood. Nou, toen waren dat 1 miljard mensen. Dat was dus 500 miljoen mensen. Maar dat zouden omgerekend, nu zouden er 385 miljoen mensen dood moeten gaan in zo'n griepgolf. En dan is het wel opmerkelijk dat ze hebben dat eerst geprobeerd met die Mexicaanse griep. Van ja, dit wordt een nieuwe Spaanse griep. En nu weer. Terwijl 385 miljoen mensen, daar zitten we lang niet op, weet je wel. Van... zelfs dat de Spaanse griep zo dodelijk was vanwege de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, hè? Ja. Mensen waren natuurlijk enorm verzwakt. Het was ook onder die militairen, daar begon het. Hè? Dat begon eigenlijk eerst onder Amerikaanse militairen. Die namen het mee naar de loopgraven. En de loopgraven waren een soort open riolen, waren dat. Daar moet je even een voorstelling mee maken toen de Amerikanen daar kwamen was het net herfst geloof ik en liepen die loopgraven liepen vol met water en die namen ook het water mee van het slagveld waar allemaal paarden, dode paarden lagen en misschien nog mensen die lagen te rotten daar en dat al die bacteriën en die shitzooi die kwam en ook letterlijk stront natuurlijk kwam in die loopgraven. Je maakt een hele mooie beschrijving. En die mensen liepen tot hun knieën in die loopgraven. Hè? Ze hadden vaak ook last van gangrene aan hun voeten. Dus ja. Plus, en het verhaal gaat ook dat het begon in Amerika natuurlijk. Waar die troepen werden daar al ingeënt met een meningitis vaccin. Okay, waarvan ook werd gezegd van dat zou wel eens een
een bijdrage kunnen hebben geleverd. Ja, klopt. Het, ja, plus, misschien dat, dat... plus gewoon gebrek aan afstand en dat soort zaken die ook nu gewoon als maatregel worden opgevoerd om het risico te verkleinen. Er zat gewoon op één gehokt in barakken, dan wel in tenten, dan wel in loopgraven vol met vocht. Koud, ja. Dat is gewoon waar dat soort... Ja, de winter kwam daarna nog, hè? Daarna komt nog de winter. Dit was de herfst. Ja, maar de herfst is wel koud genoeg. Ja, maar toen zat in de loopgraaf, liep je tot in je knieën in het vocht, vol met bacteriën van lijken en stront en pis. En ja, mensen die gangrene hadden. Ja. Hou nou eens op met die beschrijving, joh. Ja. Ja, maar dan weet je waar hoe het komt, dat de Spaanse griep zo dodelijk was. Het grappige was dat de overheid in Amerika en zo, en andere landen die meededen aan de Eerste Wereldoorlog, die probeerden het juist heel stil te houden. En de mensen die vertrouwden de overheid op een gegeven moment niet meer, omdat ze gewoon de kranten lazen met al die rouwadvertenties. Maar ik geloof dat er ook een stad is geweest, Philadelphia, dacht ik. Daar hadden ze een grote militaire parade voordat die militairen naar het front gingen. En toen waren de gezondheidsinstanties, zeiden van laten we dat nou niet doen. Want we zitten hier met die epidemie en al die mensen bij elkaar, dat is gewoon niet goed. En toen zeiden ze van nee, dat is niet goed voor de moraal. En toen hebben ze die hele grote parade daar gehouden. En een aantal dagen later kwam daar echt een godschuwelijke ziektegolf vandaan. Ja. En wat opmerkelijk was met de Spaanse griep is dat mensen gewoon enorm snel ziek konden worden. En dan ook konden sterven. Gewoon van 's ochtends wakker worden en dan niet goed. En dan diezelfde dag nog dood. En gruwelijke verhalen van vader en moeder dood en het kind wat dan baby ligt in de wieg. Weet je wel? Dat soort idiote dingen. Maar toen was de overheid dus omgekeerd bezig. Oké. Okay. Ja, en het is ook het hete Spaanse griep, niet omdat die Spanje is ontstaan, maar omdat daar geen de censuur. Enige eerlijke media had die dat openlijk berichtte. Dan noemen ze het de Spaanse griep. Precies, ja. Hij is waarschijnlijk in Amerika ontstaan. Ze hadden het over cancer, geloof ik, van legerbasis. Dat denken ze. Maar inderdaad, Spanje deed niet mee en daar was geen censuur. Dus daarom, ja, klopt. Mm-hmm. Ja. Maar we moeten verder. Ongeveer. Ja, we gaan naar een lokaal leed. Een klant zet een lege doos naast een afvalcontainer neer. En de winkel krijgt de boete van maar liefst €500. Ja, en het interessante is ook dat die doos werd op ruim 3 kilometer afstand van de winkel aangetroffen. Oké. Okay. 3 kilometer afstand van de winkel ligt een doos. Ja, met het label van die winkel, hè? Ja, dat is die label dat er nog op, omdat die daarna verstuurd was, natuurlijk, die origineel. Dan moet je er eigenlijk gelijk afhalen dan, voordat je... Maar dat was het bewijs, dat label. Ja. Wat verhaal hierachter? Sherlock Holmes, we willen het weten. Ja, en die man zegt, ik laat nooit iets, zelfs geen stukje piepschuim achter in de stad. En mijn jongens ook niet. Ja, die heeft dus al ik ben 45 jaar. Ik heb 45 jaar zaken in Diemen. En hij zorgt al 45 jaar dat zijn afval netjes verwerkt wordt. En krijgt hij zo'n boete. Dit is echt super ontmoedigend voor ondernemers, hè? Als je dit... ziet, dan denk je van, ja, je moet eigenlijk überhaupt je huis niet meer uitkomen. Ook niet als je... Ga naar Galicië. Als je geen lockdown hebt. Ga gewoon naar Galicië. Als je luistert. Ja, zijn jullie omgeluld trouwens? Gaan jullie naar Galicië? Hebben jullie het verhaal aangehoord en zeggen, ja, dat doen we? Ja, als ze dit horen wel, ja. Ik ben nog niet om. Maar goed, Peter, vertel verder. Het leed dat Nederland heet. Ja, nu voor de rest niet veel over te vertellen. Maar hoe kwam die doos daar? Is dat al bekend? Nou ja, ik denk dat die doos hebben ze hadden een tv in of zo hebben ze verkocht aan iemand. Die heeft die tv opgehangen en die doos buiten neergegooid of zo. Oké. Okay. En de overheid die zegt, wat een vervuiling hier. Even kijken, oh, er zit een sticker op. Boom, boete. Ik zag laatst een Albert Heijn tas, dus ik ga naar de politie bellen. Milieupolitie. En ik ga staat een label op, Albert Heijn eraan naaien. Er stond Albert Heijn op. Er stond echt Albert Heijn op. Misschien kunnen we wel Appa Oosterhuis. Weet iemand het adres van Appa Oosterhuis?
Nee, wel die van Dissel. Die woont hier bij ons in het dorp. Oké, nou ja, overal dozen met de naam van Dissel erop. Nee, dat is moeiend. Ja, misschien, ja, Ab Oosterhuis is veel erger natuurlijk. Er staat daar volgende wel bericht. Opvallend vaak op tv. Nou, nogal interessant is... wacht even, nou, laat maar zitten. Ik hoop niet dat klopt. Oh, oké. Okay. Ja. Er werd in ieder geval nog uitgelachen, maar ik weet niet precies door wie. Dus niet helemaal duidelijk aan de telefoon. Oké. Okay. Hij dacht, joh, hij lachte je gewoon uit. Ik denk dat het de ambtenaar is. Ik heb het gehoord aan de telefoon. Hij lachte je uit. Zegt ze tegen hem, ik begrijp ook niet dat de gemeente niet zelf zegt, joh, zo horen we niet te werken. Ik verwacht dat het ook, ik verwacht dat ook helemaal niet van ze. Kijk, te hoge verwachtingen van de gemeente, ja, dat gaat je altijd funest worden. Dat moet je niet doen. Je gaat met de komende verkiezingen op de LP stemmen. Je moet altijd verwachten dat ze je op een boxcar zetten. Ja. En dan zeg je, oh, maar, ja, alleen maar een been geamputeerd. Dat valt weer mee. Ja. Maar goed, ja, dan gaan we even naar de Zuidpool toe. Is het daar al stukken beter? Ik heb hier een berichtje. Er is een koude record gebroken daar. Al interessant. Ah, okay. Dat hoor je dan niet uitgebreid op nu.nl en Metro Nieuws en dat soort. Dat er in het binnenland van... Nou ja, ik zou zeggen, het is klimaatverandering. Ja, en dat komt door de opwarming van de aarde, dat het daar extra koud is. Lijkt me duidelijk. Ja, extreem weer. Nou, Al Gore zei, onze kinderen zouden nooit meer sneeuw zien, zei hij 25 jaar geleden. Mm. En toevallig hadden we vorig jaar hadden we het beste sneeuwseizoen ooit in de Alpen. Mm-hmm. Dat duurde zo'n beetje van november tot mei. Alleen ja, toen mocht er niemand komen. En misschien maar beter ook, want dan gelooft iedereen nog dat die klimaatopwarming van de aarde. Het was hier overigens min 60,9 graden. Voor 6 maanden lang. Oké. Okay. It was also the station's coldest winter, June, July, August, on record. We have an average seasonal temperature of minus 62,9. Het doet mij een beetje denken aan, je hebt in Montana, in USA, heb je Glacier Park, allemaal gletsjers. En hebben ze jarenlang hebben ze daar allemaal borden gehad, informatieborden van, nou, kijk nu nog maar even goed naar die gletsjers. Want over 10 jaar zijn ze allemaal weg. En nu hebben ze dus al die borden weg moeten halen. Het is wel zo, geloof ik, dat die gletsjers in de Alpen en zo, die trekken zich terug. Maar het komt natuurlijk ook omdat, en dat staat er nog gewoon bij, want het, een paar jaar geleden stond in ieder geval nog bij, borden. Van die gletsjers trekken zich terug omdat we uit een ijstijd komen. We zijn nog steeds beter uit een ijstijd te komen. Een hele lange termijn uptrend zit al in. Ja, dat klopt. Maar het is wel bijvoorbeeld, ik hoorde dat tegelijkertijd dat die gletsjers in Vuurland, in Chili en zo, daar, dat die weer wat groter werden. Dus het kan ook een Chili soort... Ja, Chili groeit inderdaad. Ja, maar het kan ook een verdraaiing zijn, hè, van dat het op de polen wat verandert, dat het daar wat kouder wordt. En ja, het is altijd dus, dat het in de Zuidpool kouder is dan de Noordpool. Ja. Dat is ook een beetje vreemd inderdaad. Het is mij vroeger inderdaad dan verteld als kind, ja. Dat zou gaan gebeuren, dus. En dat ook de polen verschuiven, hè. Dus dat het in Siberië wordt het land opwaarts, wordt het in Siberië steeds groter koude front, zeg maar. Nou, dus we kunnen ook op Spitsbergen gaan wonen dan met z'n allen. Dan als we toch naar een eiland moeten. En dan gaan we daar bananen verbouwen. Want we krijgen daar opwarming. Nee. Het wordt juist kouder op de Noordpool. Maar dat verschuift meer richting Rusland, landinwaarts. Maar nu is het zo van dat het juist in Vuurland is zo. Dat het daar relatief weer koud. Daar zijn de gletsjers aan het groeien. En in Alpen nemen ze af, hoor ik net van Peter. Ik weet niet. Maar goed. Kom ik wel 2 keer per jaar in Tirol. Dus ik heb een keer meegemaakt dat ik in juni in een gebied waar de sneeuw al weg moest zijn, daar kon ik dus niet komen vanwege de sneeuw. Ja, maar je kan zeggen, die sneeuw is nog een per winter tot winter verschillend iets. Maar die gletsjers die liggen er al heel lang. Ja. En daarvan, die gletsjers bij de Mont Blanc en zo, zie je
Gewoon van oude foto's van toen zaten ze hier, toen zaten ze hier. Misschien zijn ze zich wel aan het terugtrekken. Waar ik het over had was Siberië. Hè? Dus dat het in Rusland neemt de koude toe in bepaalde gebieden. Dus ja. Ja, goed. Als je dan bijvoorbeeld Patrick Moore hebt, die zegt van ja, je kunt het nooit helemaal precies voorspellen. Niemand heeft een kristallen bol. Eigenlijk is het. Dat is ook wat Hayek zegt: van dat je eigenlijk moet weten als wetenschapper wat je wel kunt weten en wat je niet kunt weten. De pretense of knowledge, dat moet je niet hebben. En wat Patrick Moore, die heeft het ook, wat ik iedereen aan kan raden op YouTube, staat dat de power of truth. Dat moet iedereen gaan kijken, vind ik. Okay. En daar heeft hij het over: als je een hele lange lijn trekt van iets van 40.000, 50.000 jaar, dan gaan we eigenlijk weer opnieuw naar een ijstijd. Alleen, je kunt het niet voorspellen of het echt daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar in die lijn is niet recht. Dus je hebt warme periodes, koude periodes. En we hebben bijvoorbeeld 1000 jaar geleden hadden we een warme periode. Toen gingen de Vikingen naar Newfoundland of zo. 2000 jaar geleden had je de warm period in de Roman warm period. Toen konden ze wijn maken in Engeland en zo. Dus het gaat een beetje op en neer. En dat hoeft ook helemaal niet zo erg te zijn. En je hebt dan ook weer kleinere koude periodes, bijvoorbeeld die Little Ice Age, waar volgens mij Peter het over heeft, van de Gouden Eeuw. Toen was het wat kouder. En daar komen we inderdaad uit, hè, dat we naar een warmere. Maar als je nog een langere lijn zou trekken, dan gaan we eigenlijk naar een ijstijd. Maar hij zegt, niemand kan dat echt voorspellen. Of dat weet eigenlijk niemand. Ja, goed, ik vertel wat ik als kind gehoord had op school, weet je wel. Nou, dus het over dat er een as zit en dat die pool, die heeft nooit een exact punt. Ja, oké, dat die polen wat schaar. En die zou dan richting Siberië. Die as die wobbelt. Zou dan richting Siberië gaan. En dus dan zou dat koude, de koudste plek zou dan naar Rusland verschuiven. Dat is wat mij toen verteld werd. Ja, precies. Nee, waar ik het net over had, was natuurlijk de totale warmte op de hele planeet. Maar dit gaat inderdaad om iets anders. Ja. Nou, daar gaat ook het verhaal over dat bij Antarctica, ze hebben kaarten van Antarctica uit 1400 of zo, waar rivieren op staan. En die komen uit Turkije. De vraag is, hoe zijn die daar terechtgekomen, die kaarten? Zijn we overgetekend van oudere kaarten? Maar ze hebben met radar gekeken en dat klopt, die kaarten, die rivieren, die rivierbeddingen, die liggen inderdaad onder het ijs in Antarctica op die plaats. Dus de vraag is een beetje van, ja, daar was het kennelijk vroeger een beschaving, maar het idee was dan dat die aardkorst, die is een vrij dunne schil, die drijft op een vloeiende onderstuk, maar die kan dus bewegen, die aardkorst, ten opzichte van, omdat die drijft eigenlijk. En wat je dan kan krijgen is dat er een klomp ijs groeit op de aarde, de Noord- en Zuidpool. En die heeft zoveel massa dat die schil gaat trekken, zeg maar. Die gaat die schil bij het ronddraaien over die vloeibare bol heen trekken. En dan krijg je het effect dat die ijsblokken dan ergens anders komen te liggen, in een veel warmer gebied. Dan gaan ze smelten en dan was het verhaal dat met Antarctica ook gebeurd is. Dat Antarctica, zeg maar, verschoven is. Lag in een warmer gebied. Had toen een beschaving. Maar door dit verschijnsel is het opeens naar de Zuidpool geschoven. En moesten al die mensen daar wegwezen. Om niet dood te vriezen. En dat zou dus kunnen gebeuren inderdaad. De kern van de aarde blijft dan eigenlijk een beetje op dezelfde manier ronddraaien. Maar die schil die verschuift dan. Die drijft daar een beetje op. En die kan het verplaatsen. Ja. Maar de Nederlandse overheid. Even kijken hoor. This government is gambling billions on green hydrogen. Oké. Okay. Ja, waterstofgas. Dat is dus. Het idee is natuurlijk dat waterstofgas, als je dat verbrandt, komt er alleen water bij vrij. En water is nog niet te demoniseren. Dat lukt ze misschien ook nog een keer. Maar CO2 is natuurlijk gedemoniseerd, maar water niet. Maar het punt is een beetje, hoe kom je aan die waterstof? En die waterstof, die kan je natuurlijk maken uit hydrolyse, door elektriciteit, door water te sturen. Ja, dan splitst het zich in waterstof en zuurstof. Maar dat is een hele inefficiënte manier om het te doen.
En wat ze vaak doen is het uit aardgas halen. Oh ja. Maar ja, dan heb je weer gewoon een fossiele brandstof waar je waterstof uit haalt. En ja, het is natuurlijk heel erg bij die groene energie zo, dat het vooral belangrijk is wat er lokaal in die auto gebeurt. Wat er, als er uit een Tesla geen uitlaatgassen komen, dan is dat kennelijk schoon. Mm-hmm. Hoe die elektriciteit wordt opgewekt, er wordt altijd over gegrapt dat het een auto met een hele lange uitlaat is. En die uitlaat eigenlijk in die elektriciteitsfabriek zit. Ja, met waterstof denk ik ook zo. Het is een enorme toestand om waterstof te maken. Waar je heel veel bij CO2 bij vrij komt. En dan kun je zeggen van, ja, deze bus die rijdt helemaal schoon op waterstof. Oh. Maar in ieder geval, dit artikel beweert dat ze in Nederland, en daar hebben we niks van gehoord, maar miljarden gaan verspijkeren aan de waterstof-economie. Mm-hmm. En dit artikel stelt daar ook de vraag bij of dat nou wel zo slim is. Maar ja, dat overheden hele domme dingen kunnen doen op het gebied van energie, dat hebben we in Duitsland wel gezien. Uh-huh. Die de energiewende ingezet hebben, waar ze nou torenhoge energieprijzen betalen. Ja. Maar we hebben natuurlijk nog een fantastische plan van Janet Yellen. Want die wil belasting heffen op ongerealiseerde capital gain. Ja, wat wij natuurlijk in Nederland al veel langer hebben. Maar in Amerika is dat een soort vloek in de kerk nog wel. Even uitleggen voor het gewone publiek wat dat is. Dus als, als Bitcoin op de 100.000 staat, maar jij hebt niet uitgecashed, zegt de Belastingdienst, ja, maar jij had kunnen uitcashen. En daar hebben wij een belasting op. Nou. Ja. En in Nederland doen ze dat eigenlijk, want je moet elk jaar 1 januari zeggen, zoveel heb ik in mijn bezit. En dan, dan gaan ze daar een virtueel rendement van berekenen. En daar gaan ze belasting over heffen. En ja, dat willen ze nou in Amerika ook gaan doen. Terwijl in Amerika was het eigenlijk altijd standaard. Van je koopt een asset en die verkoop je eigenlijk nooit meer. Je koopt een hele houdbare asset, een blok huis of zo. Mm-hmm. Dat is een rijke familie. En daar kan je gewoon altijd cash uittrekken. En het wordt steeds meer waard vanwege inflatie. En als je geld nodig hebt, dan leen je gewoon met dat blokhuis als onderpand. Maar omdat je het nooit verkoopt, hoef je nooit capital gains op te betalen. Dus je hebt het ooit voor 1 euro gekocht en het is nou 1 miljoen waard. Maar ja, maakt niet uit dat het nou 1 miljoen waard is. Je hebt het voor 1 euro gekocht en als je het gaat verkopen, dan pas ben je de sjaak. Maar zolang je het niet verkoopt, en je kan dan gewoon tegen lenen. Met leners. En dat zie je bij Bitcoin ook gebeuren. Hè, dat heel veel van die sites waar je Bitcoin als onderpand kan gebruiken voor een lening. Dat is eigenlijk vooral voor Amerikanen die niet hun capital gains willen belasting willen betalen door de Bitcoin te verkopen, maar liever die Bitcoin dan uitlenen of als onderpand gebruiken om een lening aan te vragen als ze geld nodig hebben. Mm-hmm. Nou, Peter Schiff beweert dat dit super ongrondwettelijk is, maar ja, weet dat de overheid nog nooit tegengehouden is door iets dat ongrondwettelijk is. Ja, ja. Er zou dan wel zijn, begreep ik, voor alleen liquid dingen. Dus het is niet zo dat als jij een schilderij hebt hangen aan de muur in Mondriaan, dat je daar elk jaar over af moet rekenen. Het is alleen dingen die beursgenoteerd zijn. Dus dat het voor de overheid makkelijk is om vast te stellen wat de waarde is. Ja, de vraag is dan ook altijd, als het dan weer naar beneden zakt, mag je dat die verliezen dan ook weer aftrekken van, precies, de belastingen? Precies, dat doen ze dan weer niet. Want dat zijn dan unrealized capital losses. En dat gaan ze waarschijnlijk, als een cadeautje zien op een gegeven moment. Net zoals in Nederland, rente die je hebt, die werd altijd belast, een dividend. Terwijl, als je dan een hypotheek had, dan kon je, dat was negatieve rente, dan kon je daar dan van aftrekken. Dus daarom werd een hypotheekrente, was de hypotheekrente aftrek eigenlijk. Positieve rente belast, negatieve wordt in mindering gebracht.
Die positieve rente die wil ze nog steeds blijven belasten. Maar die negatieve rente, daarvan zeggen ze nou van ja, een hypotheekrente aftrekt, dat is eigenlijk een gift aan de huizenbezitter. Want dat kunnen we eigenlijk, die gift kunnen we niet in stand houden. Dus dan gaan ze dat afschaffen. Ik denk dat dat hier ook het geval bij zou zijn. Als ze dat, als jij, dat je op een gegeven moment je capital gain losses niet meer af kan trekken. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die sparen hun capital gains losses. Hè? Als jij een boel aandelen hebt en je kan je verkoopt er een hoop verlies, dan mag je dat verlies zoveel jaar doordraven, dragen. Dus dan kan, als je later een winst maakt, kan je dat tegen elkaar wegstrepen. En Trump heeft dat ook gedaan. Die heeft gewoon 1 jaar enorm veel verliezen gemaakt. En die verliezen, die had hij toen, die kon hij gebruiken om winsten daarna tegen weg te strepen. Wordt er eigenlijk helemaal niks meer gezegd in de chat, jongen? Nee. Ach. Ja, er is op YouTube nog wat gezegd in het verleden door Jan. Ja, ene Jan. Maar dat is helemaal aan het begin eigenlijk. Dus ja. Ik heb even kleine opmerkingen gemaakt over toen we de blokje goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter deden. En hij vond onze achtergrond leuk. Dus ja. Ja, ik vind hem ook vet. Alleen je ziet niet meer de berichten tussendoor. Hè? Nee. Dat komt nog wel. Want ik moet hem nog uitbreiden. Ik moet nog de jingles doen en zo. En ik ga even kijken of ik wat nieuwe jingles kan doen en zo. Dus, maar dat komt wel in de loop van de komende tijd. Ja. Maar ik vind hem ook chic, hoor. Ja. Ik vind hem chic. Ik moet nog wel even kijken dat we allemaal een beetje hetzelfde eruit zien. Want je ziet nu dat Peter een andere kleur heeft dan ik. Dat heeft te maken met belichting en zo. En, Ja, ik heb gekozen. Ja. Ik heb gekozen voor donker, maar ik zie inderdaad. Lucas, jij hebt iets wits aan, inderdaad. Weet je, ja. Mijn belichting komt van rechtboven. En dat klopt natuurlijk niet als het bij Johan ergens anders vandaan komt. Ja, maar ik heb ook een andere kleur, hè? Dus ik heb allemaal dezelfde filter eroverheen, maar jij komt er wat geler uit. Het beeld is wel bevroren bij mij. Nee, ik zie jou wel bewegen. Oh ja. Ik probeer er zoveel mogelijk uit te zien als Fauci. Want ik heb net gehoord dat het de meest sexy man van de wereld is. Dus, ja. Vanity Fair. Die nou inmiddels kritisch over hem schrijft. Maar ja. Nou, dan komen we nog even bij het laatste berichtje dan. En dit is de toestand van de Verenigde Staten. Want we hadden vorige week over dat er allemaal spullen bleven liggen bij de havens. En dan willen ze de Nationale Garde inzetten om het allemaal op te ruimen. Ja, alsof dat een oplossing is. Dan wilden ze ook schepen gaan beboeten die te lang in de haven bleven liggen. Je wil nog naar Amerika toe dan. Sowieso, er is een wet dat je die havens niet 24 uur per dag open wordt. Op zich ook wel raar als voor een grote haven, vind ik. Hey, maar als dat het laatste bericht is, dan is dat ene bericht niet geweest. Wat ik nou zo vreselijk leuk vond, is dat ze gingen dat leger inzetten om die schepen te ontladen of de vrachten weer door te vervoeren. Dat is deze. Oh, dat is deze, wel. Ja. Want ik vind dat wel leuk, want in New York wouden ze 85.000 verpleegkundigen en artsen ontslaan. En toen zei de gouverneur, die vrouw, die zei van, ja, dat lossen we op met legereenheden. En die wil ook Nationale Garde is nou gewoon, als wij veel ongevaccineerden eruit flikkeren, kunnen we wel even oplossen met de Nationale Garde. Ja. Maar volgens mij hebben ze niet zoveel Nationale Garde, toch? Het zijn een soort slaven geworden dan. Wij hebben een slavenleger, dus die kunnen we ook wel die gaan ook zeggen van, ja, wacht eens even. Waarom zijn wij altijd? Daar hebben we niet voor getekend. En de helft van dat leger wil ook niet gevaccineerd worden. Dus dat ga je ook nog krijgen, inderdaad. Ja. Maar die gaan ze dan vervangen door verpleegkundigen die... hoe moet dat nou? Nee, maar ik zat even te denken, want dat begint al gewoon vrij ruim te worden. Want ik dacht, dan heb je nog die politieagenten in Chicago. Waar die konden naar Indiana toe.
Ja, maar dan heb je dus een gat in Chicago. Niks meer. En dan moet dus ook het leger inspringen om de politie te helpen in Chicago. Maar dat, je krijgt het nu gewoon overal waar mensen dus van de werkvloer worden verwijderd vanwege niet gevaccineerd. Dan kan ik me ook zo voorstellen dat op een gegeven moment als je Latte Macchiato bestelt op het terras, in plaats van zo'n sexy serviste, dan krijg je gewoon zo'n paratroeper. Kijk je Rambo, ja. en als je dan naar de kapper gaat, dan staat er zo'n Rambo met zo'n kapmes achter je. En die vraagt of je het extra kort wil. dus ik die kent maar een standje, dat is gewoon met het hele scheerapparaat over je hoofd. Ja, en als je dan naar de pizza gaat bestellen, dan kan je hem ook in stukken snijden. Dan komt er zo'n enorm Rambo zwaar tevoorschijn en zo woep, 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 woep. Je kunt geen beroep bedenken waar niet gewoon het leger in gezet kan worden. Ik bedoel, piloten wilden ze toch ook doen? Ja, piloten kunnen ze ook doen, want ja, de helft van de vloot stond aan de kant. Dus dat er kunnen inderdaad, als je een straaljager kan besturen en een bom kan droppen, dan moet je toch ook een paar mensen kunnen vervoeren, ja. Of niet dan? Maar dan hebben ze eigenlijk geen leger meer dan. Dus die staan allemaal pizza's te bakken. Ja, je moet op dat moment gewoon geen oorlog hebben. Ja, je moet niet gaan zitten. Ik vraag me af, in Nederland is het gewoon het gemiddelde niveau van het leger, net als bij de politie, gewoon MAVO. Ik bedoel, ja, voor welke beroepen kunt u überhaupt inzetten? Ja, alles, want wat ook prostituees moet kunnen. Ik bedoel, vroeger hadden we de nazi's hadden als een Joy Division, hè? Dus, de nazi's hadden een Joy Division? Ja, daar komt die naam Joy Division volgens mij ook vandaan. Die nazi's, die recruteerden dan, ja, dat waren dan... Ik weet niet of het Joodinnen waren of Zigeunerinnen, maar die hadden een bepaalde, de verwendmeisjes. Volgens mij deden de Japanners dat ook, hoor. Ja, ja. Dat is bekend. Maar je kunt ze heel breed inzetten, het leger. Maar ik denk, misschien moest daarom ook die oorlog beëindigd worden in Afghanistan. Inderdaad, je kunt niet en overal oorlog voeren en tegelijkertijd je hele leger voor van alles en nog wat verpleegkundigen, havenarbeiders, politieagenten. Ik bedoel, je moet keuzes maken. Dus misschien wordt de Verenigde Staten wordt een heel vreedzaam land, isolationistisch. En je krijgt een verschuiving. Het wordt ook een soort Sovjet-Unie eigenlijk, een beetje, want je krijgt allemaal, ja, het is toch een beetje een staatsgefinancierde economie, hè? Dan als het leger dan alle taken overneemt. Het is een andere manier van communisme, maar het is een soort van, ja, het is heel apart eigenlijk. Ja, maar ze hebben ook het idee van, nou, we hebben die troefkaart, het leger, en die doen dat kunnen we wij zeggen. Maar die zijn natuurlijk super incompetent. Als die de Walmart gaan runnen of zo, door het drama van je welste. Ja. Ja, ze kunnen dingen kapot maken. Ze zijn hun hele leven getraind om dingen kapot te maken. En daar moeten ze opeens klantenvriendelijk gaan zijn en zo. Nee, ik zie het niet gebeuren. Ja, misschien dat ze ook een andere methode hebben inderdaad. Ook als je zo'n ziekenhuis in komt. Hè, dan worden dus 85.000 mensen ontslagen. Dus je krijgt dus allemaal die paratroepers. Misschien hebben die ook een andere mentaliteit van gewoon afzagen dat been als je een ingegroeide teennagel hebt of zo. Weet je? Gewoon snel werken. Gewoon snelle zaken doen, zeg maar. Ja, zodat je daar weer gewoon aan het bier kan. Ja, ik weet niet. Ja. Ik heb nog even opgezocht wat Joy Division was. Ja, ik ken wel de band natuurlijk. Ik wist dat dat een verwijzing was naar iets uit de nazi-tijd, maar ik weet niet exact wat. Maar ik heb het even opgezocht. Dat waren in concentratiekampen, er werden meisjes geselecteerd voor wat er nog goed uitzag, zeg maar. Dat moest dan de Duitsers plezieren. Ja. Ik heb die Godwin nog niet gezien, die zou dit zetten. Ja, klopt, dat zit er nog niet in. ik vind dat daarin kunnen we verder professionaliseren. Ja, ja, ik ga kijken of ik een nieuwe Godwin jingle kan doen. Want ik ga kijken, ik ga in de komende week even weer een nieuw jingle pakket verzinnen. Ik heb nou inderdaad de look een beetje veranderd. Misschien dat ik de tafel ook nog ga veranderen. Maar dan, Maar er komen ook nog nieuwe jingles en zo. Ja, ja, ja. Dus, want die Gil, ik denk dat mensen op een gegeven moment wel helemaal gek van worden.
Nou, vooral als je dan eerst Greta Thunberg krijgt en de Fabeltjeskrant, voordat je hem uiteindelijk op die Godwin hebt. Ja, ja, ja. Dat is denk ik het punt. Vooral. Ja, we moeten een nieuwe Godwin in ieder geval. En ja, de Fabeltjeskrant kan wel blijven. Die moet ik alleen het geluid nog even aanpassen. Dat was in de vorige setting was dat natuurlijk te hard. Dus ja. Ja, goed, ja. Ja. En misschien kunnen we nog wat interactieve dingen doen, wat polls of zo. Ja, ik ga daar niet mee ophouden. Ja. Zo, want, De Kahoot quiz of zo. Ja, dat soort dingen. Ah, je hebt het einde gehaald, Peter. Dat is toch wel goed. Ja, ik ben er allemaal in. Ja. Dus, is Peter nou weg? Ja, ik moet nog een keer. Nee, ik ben nog niet weg, maar. Ja, ik zit in de slaapkamer en daar wil iemand slapen, geloof ik. Dus. Ik moet eigenlijk een keer mijn bureau verplaatsen. Maar dat was nog steeds het plan. Als ik veel thuis moest werken. Om dat ergens anders neer te zetten. Maar dat is nog niet van gekomen. Dat het weer terug naar het kantoor was. Je hebt zo'n groot enorm huis. Waar je in kan verdwalen. En dan nog klachten over geluidsoverlast. Ja, we zitten altijd bij elkaar in 3 vierkante meter of zo. Ja. Ja, ik kan wel een keertje van je kijken hoor. Dan dat ik een leuke setting voor je kan maken. Met lampen en alles. En, ja. Nou, ik heb op zich al een mooie lamp. Maar we moeten eigenlijk al onze lampen dan op elkaar afstemmen. Omdat het, ja, de lamp moet van boven komen. Ik moet even kijken naar jouw camera instellingen en zo. Ik denk ik kom wel gewoon een keertje langs je als je het leuk vindt. Mm. Val ik weer in slaap tijdens het drinken. Het is me laatst nog een keer gebeurd. Dat ik wakker werd met mijn kleren aan. Ik was nog aan het indrinken en jij lag aan het snurken. Joh. Ja, jij bent duidelijk van een ander kaliber. Hè. Zeker. Ja. Ik heb geen cocaïne nodig om door te gaan. Ja. Maar moet je hem dan overnemen als ik wegga? Nee, we zijn ook klaar, joh. Dus ik kon er gewoon af. Ja, ik kan na de jingle, dan kunnen we nog gewoon even verder lullen, hoor. Maar dan gaan we het gewoon nergens over hebben. En als er dan iemand in de chat hangt, dan kan die reageren. ik ga in ieder geval even afkondigen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, ik wil iedereen danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. En ja, uiteraard wil ik de deelnemers ook nog even danken. En ja, wat goed, heb ik alles gehoord. Oh ja, 6 november hebben we weer een protestmars. Ja, die wordt niet door Vrijheid Radio georganiseerd, hoor. Maar er is gewoon ergens een protestmars. Ik geloof in Den Haag, hè? Dacht ik. Ja. Ja. Klopt. Ik denk dat ik erbij ben. Klopt. Ben jij er ook bij, Lucas? Is wel dichtbij, hè? Ja, dan kunnen we eindelijk die voluntarisme foldertjes gaan uitdelen. Ja, want wacht even, dat is een zaterdag of een zondag? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik geloof dat de eerste is op een maandag. Geloof ik. Dacht ik, hoor, uit mijn hoofd. Dus, op maandag bedoel ik niet, ja. Dus dan zal de 6e op een... wacht, ik heb een telefoon. Daar kan ik het op vinden. Ja, goed, ik weet niet waar ik moet zoeken. Zo gauw, uit mijn hoofd. Maar ik denk dat het in ieder geval het weekend is. Dus ja. Volgens mij kan ik het volgende week nog even aankondigen, hoor. Dus dan zal ik wel weten welke dag het is. Ja. Nou goed, ja, ik wens iedereen vrolijk en vooral heel erg vrije week. En ik zou zeggen, toedeledoki. En ik, oh shit, ik kan nou geen F12 knop gebruiken, want ik heb de hotkeys nog niet ingesteld. Ik heb hier een knop, einde. Hartstikke idee. En ja, als jullie nog willen blijven hangen, voor degene die willen blijven hangen, na de eindtune, dan schakel ik gewoon weer terug en ouwehoeren we gewoon even door. En dan kan iedereen meeluisteren. Dus hoppakee, hier is de eindtune en tot zometeen. Ik had helemaal